bepaalde struggles in life, hoe moet ik een man zijn, uh, hoe, hoe, uh, waar, waar is hij trots op? Ik weet heel veel dingen niet eens van mijn pa. Mm -hmm. Waardoor ik ook heel veel dingen niet weet van mezelf. Er zijn genoeg shows waarover de liefde wordt gesproken en waarschijnlijk komen er nog veel meer, maar dat is niet dit. Dit wat wij hier doen. Want naast het thema de liefde is realness. Hier ook leidend. Echte gesprekken. Met echte mensen over echte persoonlijke ervaringen en anekdotes. Mensen die lijken op jou en mij. Kwetsbaarheid. Op zoek naar zijn. Net als jij en ik. Heel veel tekst, maar wat ik eigenlijk probeer te zeggen is. Welkom bij Gillies Love Line. En in Gillies Love Line uh, zijn we elke aflevering weer op zoek naar. Uh, ja, tenminste, we proberen. De liefde beter te doorgronden. En vandaag doe ik dat met. Laat me het zo zeggen. Vandaag doe ik dat met een man waarmee ik een bromens had. En, en laat me uitleggen wat bromens is. Want bromens klinkt zo. Eh. Maar bromens is niet meer dan. Uh, een klik tussen twee heteroseksuele mannen, misschien zelfs een hechte band. In ieder geval wederzijds respect op zijn minst. Maar, Mimang, dit is de eerste keer dat ik jou zie in zeven jaar. Ja. Ondanks heel mijn uitleg over bromens. Ja. Verklaar jezelf. Ja, het mooie is zeg maar, uh, wat in het vat zit, verzuurt niet. Snap je? Als het goed is, is het goed. Dat zeg je en... tegen die meids, nou, en dan weet ik op <laughs> mij gebruiken vandaag. <laughs> nee, maar wat het soms is, zeg maar, um, ik, ik maak me er ook schuldig aan dat ik bijvoorbeeld zoiets heb van. Vaak zeg maar, ben je zo obsessed with work en allemaal dingen doen... dat je soms zeg maar, uh, denkt van, ah, dat zit wel goed. Omdat ik weet dat het goed zit... Um, weet ik altijd terug te komen naar die vriendschap. Snap je? Ik ga je wat zeggen, man. Ja. Je hoeft geen schuld te nemen. Ja. Ik geef eerder mezelf schuld, als er sowieso schuld is. Ja. Want you're right, life goes on en als het goed zit, zit het goed. Ja. En wat blijkt, laatst spraken we elkaar... En zaten we weer als twee homoseksuelen... langer dan drie uur aan de telefoon. Maar, en is it's a take, by the ja. way. Uh, dat laat zien dat inderdaad niets verloren is gegaan. Uh, maar ik zei jou ook in dat gesprek, zei ik... Nando, check, we zijn zoveel jaar verder. Ja. Uh, wat jij toen ook wist, maar toen niet zodanig wist, is... Ik kom van een bepaalde achtergrond. Ja. En daar hoort dan een bepaalde instelling een opstelling bij. Dus als iemand vriendschap uh, aan mij probeert te geven... of aan mij geeft, want dat ja. is wat je deed... Ja. Uh, hoe heet die pokoe van Drake? No New Friends en dat ja, soort dingen. Ja. Voordat die pokoe uit was, zo leefde ik al. Ja, je hebt die pokoe eigenlijk geschreven. Niemand, e e e <laughs> anders zaten ja. we op een cruise ship <laughs> dit gesprek ja. te doen. Ja. Uh, nee, maar dus heel die opstelling van mij was verkeerd en ik wist niet hoe ik dat moest ja. ontvangen. Dus ik neem die schuld op mij en dat ga ik je vandaag laten weten en publiekelijk niet man. Oké. Okay. Uh, en dan ben ik nog niet klaar. Ik laat je al weten dat ik bewust was. Van die vriendschap die je me toen wilde geven. Ja. En ik zeg er nog bij, ik waardeer dat voor me, man. Oh, love, man. Ja, man. Dat is love. Sowieso. Ja. Zie je gelijk Lobby erin. <laughs> be, yeah. Nee, maar ik vind, het mooi. <laughs> ik vind het mooi. Kijk, ik had bij jou altijd sowieso van... Ik zag al, deze man is real. En ik hou van mensen die real zijn. Daarom rol ik met heel weinig mensen. Ik ken heel veel mensen, mm -hmm. maar ik rol met heel weinig. Zo ah, ja. zeggen mensen, maar jij bent goed met iedereen omdat ik zeg maar respect heb voor God's creatures. Yeah. Dus ik, res ik respecteer mensen gewoon als mens. Gewoon, mm. I'm good. I'm, ik, ik heb geen slechte intenties. Dus ik ben gewoon op die good vibes. Maar mm -hmm. negativiteit, oh, dat, dat duurt te lang en het, het vergt te veel energie. Dus dan ben je you go that way, let's agree to disagree. Mm. Dus ik had altijd bij jou zoiets van. Deze man, hij fokt met niemand. Hij is, hij is gewoon op zichzelf. Ik mag hem. <laughs> ja, ja, ja. Hij zit ja. met niemand. Nee, nee, Ik mag hem. Nee, maar dat... Met mij gaat het anders zijn. Nee, op dat... <laughs> In deze industrie heb je vaak mensen die willen slijmen om bij dingen te horen. Ja, bepaalde oh. idealen. Oh, maar dat doe ik niet. No, ik eet dat niet. Nee, ik doe dit niet. Nee, maar ik ben ook zo lastig. Mensen die mij kennen, zeggen... je bent moeilijk. Je bent moeilijk. Dus sommige dingen vind je niet lekker om te eten, en andere dingen weer wel. Of ik wil mijn brood op een bepaalde manier. Sommige mensen noemen het diepgaand gedrag. Ik noem het gewoon als Fernando. Ik heb gewoon een bepaalde handleiding. En als ik zie dat er mannen zijn die ook zo'n handleiding hebben, dan, dan denk ik van, hé, hey, maar doe, man. Ik, ik, ik begrijp jou. Dus, ik weet niet. En voor de buitenwereld lijkt het van, deze mensen komen uit twee verschillende uh, werelden, dus dat kan nooit matchen. Maar ik zag altijd van, juist van, ze hebben één gemene delen, misschien nog meer. Dat is zeg maar, uh, ze staan voor iets. Ja. Ze zijn in de kern, zijn ze, lijken ze meer op elkaar dan je zou denken. Hé, hey, maar dat is mooi wat je zegt. Oké, okay, maar dan gaan we door op die mensen waar ik het over ja, had. Ja, ja. Uh, <laughs> ik vind het dood wat je zegt, want je om, omschrijft me goed, uh, hoe ik was inderdaad. Dat real en dat soort dingen. Maar dan, nu ben ik een beetje aan het groeien als mens. Hè? Ja. Dan denk je misschien te real, hè? waardoor ja. je inderdaad nee zegt tegen dingen. Ja. Wegblijft van uh, mensen. Ja. Want ik was altijd van de quote: ik hou niet van mensen. Ja. Maar daardoor kan je ook heel veel uh, misschien opportunities die daadwerkelijk voor jou zijn bedoeld uh, mislopen. Maar zij bewust: ik hou niet van mensen om mensen juist op afstand te houden? Nee, het was niet eens per se dat ik het aankondige. In mezelf: <laughs> ik hou niet van mensen. Ja. Is dat weer toch? Ja. En daardoor kunnen sommige dingen sneuvelen en situaties niet ontstaan. Ja. Uh, uh, het was dus meer mensen uh, op nul zetten en dan moeten ze groeien naar tien. Ja. En nu ben ik wel overtuigd dat het een beter idee is om mensen een tien te geven en laat ze het opvolgen ja. of niet. Ja. ja. En dan zien of ze gaan naar een ja. nul. En, ik, heb dus het ook, ik heb hem maar... omgedraaid ja. nu. Ja. Ik heb het ook want ik, ja. Maar ik, bij mij beginnen mensen bij min tien. Oh, bij min tien, ja. <laughs> ja, ja. Omdat, omdat nee. ik kijk, ik laat mensen in hun waarde. Nee, maar oké. Okay, maar... Maar, maar, maar qua. qua... Maar dan is die Loo, energie, je, voor ja, mij zeg ik nu, maar ja. dan, dan begint die energie al fout, toch? Want je begint al een beetje eigenlijk negatief. Nee, 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 Letterlijk negatief, nee, min 10. Nee, nee, maar, nee, maar, nee, maar, nee, maar, maar ik, begon, ik begin bij min 10, omdat ik, dat bedoel ik, ik heb geen verwachtingen. Ja. En op het moment dat ik verwachtingen heb, dan heb ik mensen gelijk hoog zitten. Ja, ja, maar ja. ik heb bijvoorbeeld, ik, ik, ik respecteer iedereen, mm -hmm. maar ik, ik bewonder hele aparte dingen in mensen. Ja. Waar een ander bijvoorbeeld naar iemand kijkt, naar status, naar auto's, geld, en hij heeft alles. Kijk ik naar... Maar hoe is hij met zijn broertje? Hoe is hij met zijn moeder? Ja, hoe is hij met de mensen om zich heen? Ja. Ik, ik let meer op karakter, omdat met karakter ga ik verder met je kunnen komen. Want op een dag dat ik niks heb, ja. moet ik weten zeg maar, dat je mijn rug hebt. En niet dat je denkt van, oh man, tururut. <laughs> Hallo? <Ja. laughs> tururut. Ja. Dus, dus ja. Daarom, ik, ik, daarom begin ik met min tien. Want als je geen, als je geen um, verwachtingen hebt, dan kan je niet teleurgesteld worden. <laughs> en dat gaat weer terug naar de kern... Van, vanuit mijn jeugd, omdat ik verwachtte altijd dat mijn vader zou komen. Maar hij kwam nooit, als ik het verwachtte. Ja. Dus op een gegeven moment heb ik een mechanisme ontwikkeld... dat mm -hmm. ik op een gegeven moment niks ging verwachten bij mensen... waardoor ze me niet konden teleurstellen. Dus ik hield ik ze emotioneel op afstand. Yes. Blokkeerde je ook in relaties en, en vriendschappen en dat soort dingen ook... omdat je emotioneel niet aan te raken bent. Precies. Maar je ziet me wel, maar je kan die, die kleine jongen niet aan, aanraken. Ja. Nou. Dus je hebt, zeg maar, die kleine jongen, dat is bijvoorbeeld om het zo te noemen, dat is nando. Mm -hmm. Baby Nando. Mm -hmm. En je hebt de volwassenen van Nando die gebouwd is door omstandigheden, door wat hij heeft meegemaakt op school, mensen om hem heen. Die beschermt die kleine nando. Dat is die jongen die soms uit het niets huilt. Mm -hmm. Nog steeds doe ik dat hoor, wanneer niemand kijkt. Okay. En ik heb hem toevallig geswitcht. Ja. Zoals de code die je net zegt. Uh, verwacht niks. Dan kan je ook niet teleurgesteld raken. Ja. Toevallig dit jaar ben ik erachter gekomen van. Maar dat is best een negatieve. Uh, daar sta je best negatief erin. Ik, ik, ik heb hem omgedraaid. Hè? Ja. Nu zeg ik, verwacht alles. Ja. Omdat ik verdien ook alles. Ja, ja. Dat als ik het niet verwacht. Ja, ja. Ik verwacht het, want ik verdien het. Ja. Ik ben nu een beetje daar. Eentje die ik ooit heb uh, ook heb geswitcht, dus ik heb dat geswitcht en ja. ik heb geswitcht: van uh, I don't like people. Ik probeer dat niet meer te zeggen. Ik probeer dat niet meer te denken en te voelen. Ja. Maar ik wil even reageren op, uh, 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 op wat je zei eerder. Jij zei dus van, oké, okay, ze zijn compleet anders ja. en toch is er een klik. Want dat is waar. Ja. Wij zijn om en verschillend ja. in heel veel dingen. Ja. En ik denk waar die klik toen was, was in die ambitie herkennen en die vuur. Ja. Ze willen iets. Ja. Dat heb jij en dat heb ik. Ja. Zo verschillend als dat we zijn, ja. dat is één ding wat we gemeen hadden. Ja. Uh, heel veel tekst alleen om te zeggen van, ik ben blij om je te zien. Right maar. back. Ik ben ook trots uh, op je, man. Het ik, uh, ja, het maar nou, wat ben je trots op nou, ik ben trots op zeg maar, dit, hoe je, hoe je dit maakt. Je bent altijd zeg maar, ondernemend geweest. Je bent ja. altijd een guy. Ja, yeah, ik ga doen mijn own shit. Ja, toch? Uh, je bent echt zeg maar, op uh, black-owned zeg maar, business. Yeah. Uh, niet afhankelijk zijn van anderen, gewoon je eigen ding doen. En dat vind ik. Doen, ja. Ik vind het belangrijk. Ik vind het ook belangrijk ook voor de youth, ook voor de jongvolwassenen, mensen die uh, soms ook struggelen. Want mensen zien vaak alleen maar wanneer het goed gaat. Nou. Zou je dus mensen denken van hé, hey, maar deze mensen zijn altijd, maar dat is ups and downs. Maar het mm. is, is life, dat is een hartslag. Mm. goes up, it goes down, goes up, it goes down. Maar dat is die beweging die ervoor zorgt dat je leeft. Dus zeg maar, alle diepe dalen heb je nodig om de hoogtepunten te kunnen waarderen en omarmen. En daar heb ik ook zeg maar aan moeten wennen. Want ik dacht ook vroeger van hé, maar waarom, wanneer, waarom gebeurt dit niet? Waarom, waarom is dit? Waarom is mijn vader niet? En van al die andere guys zie, zien hun vader wel. Vindt hij mij niet leuk? Maar dat is een ding wat ik op een gegeven moment heb kunnen ombouwen naar een superpower. Ja. Want het feit dat hij mij niet wilde zien, zorgde ervoor dat ik dacht... maar nu ga je me zien. Mm -hmm. Nu ga ik zorgen dat ik op elke tv-zender, voice-over, filmtory... Ik had allemaal dingen in mijn hoofd. Ik wil dat mensen om, om mijn vader heen, dat had ik gewoon in mijn hoofd... dat ze tegen hem gaan zeggen, maar hoezo heb je hem in de steek gelaten? Dat was mijn eerste uh, drive in het begin. Ik weet dat nog heel goed. Ik begon al op de middelbare school... Bijzonder, dus je moet... bijzonder dat je dat zegt. Ja. Uh, want jij zegt dus... iedereen ziet de voorkant, ze zien de shine. Ja. En nu zeg je eigenlijk waar het uh, vandaan komt. Is dat een van de the main thing... dat jou heeft gepusht en gemotiveerd en de om ding, zo ja. te gaan? M mijn moeder is sowieso nummer één, always. Yeah. Uh, that is, nee, maar het feit dat je vader dus uh, ontbrak... Zeg ik het zo ja, goed ja, ja, in je ja, leven? Ja, hij was één keer per jaar... en dan yeah. soms twee, drie jaar weer niet. En toen wel was een soort... Zo, Tikkie, ik ben er ook. Oh, dus, dus het was confusing. Ja. Het is soms beter misschien om, om een persoon helemaal niet te kennen. dan het gevoel te hebben dat iemand, zeg maar. net als Double Dutch, die de touwdingen. Oh, ga erin, ga eruit, ga erin, ga eruit. En dat was een beetje een soort mindfuck in, in mijn hoofd. Omdat ik ja. voelde mezelf niet belangrijk genoeg om bij te blijven. Mm. Dat gaat heel diep. Want zeg maar, als je het gevoel hebt dat de, een van de mensen die jou gemaakt heeft. jou niet belangrijk genoeg om in je leven te blijven. Dan ga je twijfelen aan je waarde, zelfliefde. En vanuit, zelf wie, vanuit zelfliefde. ga je ook op bepaalde manieren bewegen. Hmm. ga je op bepaalde manieren afstandelijk zijn. in, in relationships, uh, vriendschappen. Het vormt je. Kijk, heel veel guys die ik ook spreek, zeg maar. Uh, in de gevangenis. wat ik soms ook doe. dan ga ik naar. Uh, ik was laatst aan een jeugdinstellingen, Spijkenissen. Uh, en, en daar ging ik met, met, met boys praten over hoe belangrijk het is om te weten uh, waar iemand vandaan komt. Want dan weet je waar iemands startpunt is geweest... waarom iemand in zo'n situatie terecht is gekomen. En ik probeer nooit te judgen. Je moet nooit goed praten als iemand een ander heeft pijn gedaan. Mm. Want er zijn ook slachtoffers aan de andere kant. Maar heel vaak zijn daders ook slachtoffers. Weet je, sommige boys, young boys. één boy liet me gewoon... Ik, ik, ik moest me sterk houden. Die zegt gewoon tegen me van... Hij heeft beide ouders in elf maanden tijd verloren... Mm -hmm. Zowel die vast zat. Denk ik wow, maar dat is, dat is heavy. Andere boy vertelde me een verhaal dat hij zijn vader altijd heeft gemist. Vader, die, um, die, die, die beloofde normaal altijd dingen om het te zijn en die was er nooit. En toen ik, toen ik dat hoorde, toen raakte het iets bij mij. Dacht ik, wow. Want je herkent het. Ik herken het, want ik herken zeg maar pijn. Dat is waarom ik ook in mijn interviews zeg maar, zeiden mensen altijd van: hé, hey, maar hoe kan je zo snel naar de, naar de kern komen? Omdat ik, van, omdat ik pijn herken. Zie ik ook heel snel bij mensen in de Matrix. Uh, uh, van oh ja, maar dit, dit is jouw ding. En dan kan ik het aanraken. Uh, omdat ik altijd, net, net als hoe jij uh, dit gesprek zeg maar, voelt, van je, je, je intentie is puur. Uh, als je intentie puur is, interview je met je hart. Uh -huh. en dat, 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 mensen zeggen: Maar hoe heb je die, die die. Ik heb nooit gestudeerd voor deze shit. Uh, uh, Snap <laughs> je is geen opleiding. Gewoon zelf mede. Maar dat komt omdat ik op een gegeven moment heb geleerd om vanuit mijn emotie te bewegen. Mm -hmm. Op momenten dat ik heb bewogen vanuit gedachten en reden, gingen dingen niet goed. Maar wacht even. Hè. Uh, want ik hoor je tot twee keer toe zeggen. Ja. Dat dus het feit dat je, de dat je vader niet was, of heel weinig, tot nauwelijks, helemaal niet. Ja. Dat noem je gelijk op eigenlijk, al twee keer. Ja. Uh, in het gesprek waar, uh, waar wij vertrekken vanuit liefde. Ja. Dus het gebrek aan liefde heeft ja. even impact op jou gehad, Nando. Zeker. Anders drop je het niet zo zeker, gelijk. Zeker. Kijk, ik heb uh, uh, altijd een vader en een moeder gekend uh, ja. uh, uh, die samen, uh, samen zijn. Dus zo ben, dat heb ik dus gezien. Ja. Het valt mij op dat mensen, dus uh, die hun vader niet in hun leven hebben gehad, man, vrouw, ja. status, maakt niet uit waar je staat in het leven, hoe goed het met je gaat en dat soort ja. dingen, dat dat... Ja is iets wat blijft hangen en nooit meer weggaat. Ja, het kan, gaat ook niet weg. We zijn zelfs een therapie gegaan ervoor. En dat, dat is, is gezond. En, ja, maar, maar je moet voorstellen. Ik kom ook vanuit een culture waarbij therapie zeg maar een soort taboe is. Dat mensen zeggen van. Maar dat is misschien een van de weinige positieve dingen die deze pandemie heeft meegebracht. Dat mensen nu openlijker zijn ja. over mental issues-dingen. Ja, ja. En daar komt dat ook voorbij. Misschien is het een goed idee om in therapie te gaan. Maar ja. dat is zeker weten geen slecht idee. Ja, maar het is belangrijk. Kijk, mensen zijn vaak bezig in de gym met zeg maar uh, de buitenkant: fysieke APK. Maar je moet ook een inwendige APK hebben. Want je, moet, je mentale gesteldheid moet je on point hebben. Wil ja. de rest ook kunnen functioneren? Je mindset. Hoe, hoe zit je in je hoofd? Hoe voel je? Vaak zeggen we tegen mensen: hé, hey, hoe gaat het? Maar we zijn ook geen te zitten in de answer. Ja. Ik, ik was op een gegeven moment. Nou, de weg kwijt is een groot woord. Maar ik snapte op een gegeven moment niet meer van wat mijn drive was. Waarom was ik zeg maar uh, zo succesvol aan de ene kant? Maar aan de andere kant dacht ik: van. Ja, maar uh, ik wil gewoon dat deze man tegen me zegt dat hij van me houdt. Dus je moet beseffen dat je op een gegeven moment. Uh, je komt in een, in, een, in, een, in, een, in een witte industrie, dus de mediawereld, waarbij mensen zoals ik, die op mij lijken, niet in overvloed zijn. Ik begon 18 jaar geleden in de game, dus consistently still in it. Heel veel mensen zijn afgevallen, die, die doen niet meer mee, die hebben het opgegeven. Maar ik ben ook mijn vader aan de ene kant dankbaar, omdat mijn vader uh, aan de ene kant ook de reden is geweest waarom ik wel een soort vechtersmentaliteit heb. Dus omdat ik vecht voor, uh, voor zichtbaarheid bij hem, dat hij mij ziet, ben ik ook in staat om die extra meter te lopen. En die extra meter die je moet lopen, is wat het verschil is tussen amateur worden of amateur blijven en professioneel worden. Heel veel mensen lopen de kantjes ervan af. Mm -hmm. Het verschil tussen iemand die heel succesvol is en iemand die, niet, die, iets, die zeg maar, zijn droom niet heeft waargemaakt, heeft te maken met persistency. Doorgaan, doorgaan waar de ander stopt. Dat heb ik aan die hele dramasituatie met mijn vader heb ik dat te danken, maar dat werd mijn voedingsbron. Dus in deze industrie kom ik dus in een wereld waarbij ik dus a ah, heel veel ja, racist people ook ben tegengekomen die op mij neerkeken, dat ik dacht en dan kreeg ik mijn bewijs: dat hoe? Die kijkt op mij neer. Weet je wat ik kan? Ja, maar jij interviewt alleen rappers, <laughs> maar ik interview iedereen. Ja. Snap je? Zoals de, de Queen. Van, Wie is de en, Queen? Uh, yeah, de Queen van Nederland. Oh, uh, okay. ja, maar yeah. uh, maar om, om even aan te geven, van ik heb altijd die bewijsdrang gehad. Mm -hmm. Middelbare school, leraar zegt je komt niet verder dan de MAVO. Binnen drie jaar deed ik Atheneum. Iemand zei je komt niet verder in de, in, in de mediawereld. Op een gegeven moment heb ik zeg maar een populaire ochtendshow en ben ik zeg maar gewoon een van de gezichten van de brand van mm -hmm. Iemand zegt op een gegeven moment van je krijgt een tv-show op tv, we snappen dat niet. Ik bouw mijn eigen podcast studio en ik interview gewoon daar de sterren. Dus ik vind altijd een manier als jij nee tegen me zegt, vind ik een ja. ja. En dat heb ik een beetje te danken aan struggle. Maar check. Heb je het idee? Als nee tegen jou wordt gezegd, vind je een ja? Heb je het idee dan dat jouw vader een ja tegen jou zegt vandaag de dag? Of leef je nog steeds met het idee dat hij jou niet ziet? Want dat is wat je net zei. Je, je, je wil gezien worden. Ja. Je hebt het idee dat je vader je niet zag. Ja. Hoe ik, zit dat vandaag, als ik vragen mag? Um, ik ben. In eh, 2016 heb ik ook even met hem gesproken. Heb ik voor het eerst aan hem gevraagd. waarom hij niet voor me was. Uh, vond ik heel moeilijk, want dan ga je je kwetsbaar opstellen. En in kwetsbaarheid zit kracht. Maar ook de soort. ja. Die rejection, hè? zeg maar. Heel in vaak. niet ready was als hij. Uh, ja. zijn reactie. Ja, ja. Wat dat zou zijn. Ja, okay. ja stel je. Dus, uh, maar wat hij heel mooi zei, is dat hij op een gegeven moment zei van. Nou uh, ja, het was heel dubbel. Want ik kwam dus bij hem thuis en op een gegeven moment zag ik allemaal foto's van mij en mijn broertje aan de muur hangen. En denk ik, oké, okay. ik was even in de war. Ik denk, oké, okay. I didn't care. Oké, okay, well, maybe he does, op zijn manier. Dus allemaal vraagtekens. Vervolgens praat ik gewoon, maar ik heb gewoon een zwak voor mijn vader. Mijn vader is een hele charismatische man. Altijd als ik hem Die zie... Die zoon ook, hè? Ja. Nee, ik zeg dat. Ja, ja. Huh. Oké, okay, ik moet je laten uitpraten. Ga ja, verder, ja, ga ja, verder. Ja, verder. ja dus, 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 dus mijn vader had altijd iets magisch over hem heen. Ik ga je een voorbeeld geven. Dat hij er niet was. Zo blij kon ik zijn als zag ik hem maar een kwartier... Of twee, drie uurtjes. Ik ben maar drie keer in mijn leven met deze man naar de bioscoop geweest. Maar drie keer in mijn leven. Dat zijn de enige drie uitstapjes die we ooit hebben gemaakt. En later ging ik beseffen... maar waarom hou ik eigenlijk zoveel van de bioscoop? Waarom ik, wilde dat net, ik wilde net zeggen, en Fernando houdt van de bioscoop. Ja. Hij gaat zelf in zijn eentje naar de bioscoop... Ja. Waarvan ik zeg dat doen ook serie doen dat ook. Ik, ik heb dat nooit begrepen, mensen die ja, daar, ja. in hun eentje naar ja. de bioscoop nee, had, maar, maar jij komt, doet het. Nee, maar, oh, maar je moet erbij zeggen vaak ook om te slapen. Ja, 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 ik, ik, <laughs> ja maar, ik, maar in de bioscoop kom ik ook echt tot rust. Juist, dat zeg ik. Ja, ik weet niet wat het is, maar ik voel me veilig in de bioscoop. Ik voel me... Uh, het voelt alsof het... Of het... Uh, of het zeg maar mijn thuishaven is. Maar hoe meer ik het ging analyseren, Juist. toen ging ik beseffen, maar je koppelt het onbewust. Aan die drie uit, enige die drie uitjes die je hebt gehad met je juiste. vader. Juist. Dus dat is hoe diep dat gaat. Dus mijn hmm. vader, die heeft heel veel invloed op mij gehad. Bro, besef dat mijn vader mij de eerste hip-hop muziek liet horen. Ook breakbeat muziek. Hij had een walkman. Mm -hmm. En dan kwam ik pas later achter van de hele muziek gebeurde. Waar komt dat vandaan? Tuurlijk, mijn moeder draaide ook, zeg maar. Veel muziek, Caribbean music, soca, salsa. Maar ik herinner heel goed dat mijn vader liedjes droeg, uh, draaien van... No this stalking, no, this no, <tie> stop, don't stop the music. Pinocchino, stop! Uh, en dan <tie> weet ik nog, als ik, als ik het zing, krijg ik gelijk een glimlach. Want ik weet nog, had zo'n Panasonic uh, Walkman. En er zat zo'n blauw knopje op, zo'n auto-reverse uh, knopje. Ik zeg, mag die Walkman? Ik heb echt gesmeekt in die Walkman. Maar een of de reden gaf hij me. Ik heb altijd geluisterd naar het bandje wat erin zat. Het was een. Was een uh, zo'n zo zwart bandje. met zeg maar zo'n zo, zo rode. soort bestekking op. Ik heb dat ding gedraaid. toen hij helemaal is gepopt. Ja, ja, ja. Heb je dus, dus dat was. dat was. dat was echt. dat was mijn ding van ook met muziek. Dus mijn, en hij was ook gek op muziek. hoorde ik later van mijn moeder. Van dat was zijn ding. Zijn, zijn mojo. En grappig, de dingen die ook zijn dingen waren. want voor hem was de bioscoop ook zijn hobby. Wat hij ook deed, graag deed. Yeah. Dus, en er zijn twee dingen die een grote rol in mijn leven hebben gespeeld. Mm -hmm. Dus de film. Ik heb veel kinderfilms en series en dingen in, uh, ingesproken. Ik heb zelfs in een film gespeeld. Het zijn allemaal dingetjes... die ik steeds weer ook teruglinken naar mijn pa. Mm -hmm. Zijn fanatiekheid met zeg maar, muziek, luisteren, obsessief. Ik ook, met mijn radio, obsessief. I want to be the best. Grindel, elke dag video uur opstaan, ochtendshow... Snap je? En ik vond het jammer dat hij daar nooit van heeft kunnen genieten en het heeft kunnen zien. Want als het ware had ik gewild dat hij daar trots op zou kunnen zijn. Dus ik snap alles. Want ik, ik maar, denk... maar die deur staat open, toch? Die deur staat zeker open. Want daarom vraag ik je dat. En dit is puur uit nieuwsgierigheid, omdat ik begon al. Ik zie dat bij iedereen. Maakt niet uit of het een man of vrouw is of waar diegene staat in het leven. Ja. Iemand dus die het gevoel heeft van ik heb mijn vader gemist in mijn leven. Ja. Draagt dit altijd met, uh, 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 met zich mee. Als hij nou tien is, 20, 30, 40, 50. Volwassen mensen ja. die er dan daar nog steeds last van hebben op, enig, op een manier. Maakt niet uit hoe ja. hebben daar nog last van. Ja. Uh, want ik heb je de vraag gesteld en heb nog niet echt een antwoord gehad. Oh ja, heb je het idee hem... ja. dat hij je ziet? Ik, ik denk dat hij uh, wel weet dat ik besta. Maar ik denk niet dat hij mij ziet op de manier waarop ik gezien wil worden. worden. Want dat is natuurlijk een verschil van dat iemand weet van... oké, okay, ja. mijn zoon is goed ja. bezig. Hij is doen zijn ding. Hij staat in kranten. Uh, hij, is, hij, hij, is, hij, is, hij is ook... Uh, een, 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 gewoon een good dude, weet je? Maar shout-out naar mijn mom. Zoals mijn moeder heeft dat gewoon, gewoon gefixt, snap je? Ja, en wees. een slipper. <laughs> mijn moeder in een slipper. She raised me the, the right way. Dus de credits gaan naar haar. Um, dus ik denk dat, dat mijn vader wel ziet van, hé, mijn zoon doet het goed. Wat ik dus gewoon jammer vind, is dat hij daar nooit een rol in heeft gespeeld. En ik vind het juist vervelend dat het me dwars zit. Ja, ja, ja. Want ik ben een guy die denkt... Kijk, stel je voor, je ontmoet nu een vriend of vriendin... en het boot het niet en die persoon ziet jouw waarde niet. en dan denk je, weet je wat? Whatever. You're lost, you're lost. maar een ouder... En daarom, daarom probeer ik ook... Um, die pijn die ik heb en die ervaring vanuit die pijn hmm. probeer ik juist openlijk te delen. Omdat ik ook wil dat andere mensen het horen en ervan kunnen leren en weten dat ze niet alleen zijn. Cijfer. Dat, dat het niet zo is van your damage for life. You're damaged. Uh, want het is iets wat zeg maar niet zo hoort te zijn. Het, het hoort niet zo te zijn. Dat, mm -hmm. Want er zijn twee mensen nodig om jou te maken. Mm -hmm, mm -hmm. Dus er waren twee mensen dat ervoor is, nodig dat om dat te maken. Dus er zijn ook twee mensen nodig die nodig zijn. Ah. Wij zullen spreken ook theoretically. Ook voor de, de sturing. Want ik had graag gewild dat mijn vader me had leren vechten. Ja. Ik had stomme dingen leren scheren. Ja, ja, ja. Uh, bepaalde struggles in life. Hoe moet ik een man zijn? Uh, hoe. hoe uh, waar, waar is hij trots op? Ik weet heel veel dingen niet eens van mijn pa. Mm -hmm. Waardoor ik ook heel veel dingen niet weet van mezelf. Dus ik heb mezelf moeten uitvinden met role models om me heen. Juist. luister naar Tupac, de AI, de rebelse van Tupac. Ik, ik luister naar zijn teksten, Black Panther, uitzoeken. Dadadada. Ik kijk naar Denzel Washington, die stoere, stoere pa. denk, hé, hey, hij is mijn tv-vader. Mm -hmm. En zo ging ik op een gegeven moment allemaal... Role models om me heen... Om één vader te creëren? Om één vader te creëren in mijn hoofd. Zo kon ja. ik functioneren. Ja. Dus daarom, op een gegeven moment... Het gaat heel diep, hè. Dat is ook... Uh, uh, ook met de artiesten en dingen waar ik naar luisterde. Dat waren voor mij role models. Als ik bijvoorbeeld keek naar uh, een 50 Cent... die het, het zwaar fucked op had... en he's been shot... en heeft allemaal fucked up dingen meegemaakt... en, en he still made it... dan zie ik daar een soort inspiratie van... hé... Hey, het kan niet elke dag regenen, de zon moet tevoorschijn komen. Hmm. Dus op het moment dat ik ook met een 50 aan tafel zit en ik kan met hem praten, dan komt een stukje van die droom uit. Maar dan ben ik ook in de, in de, in de gelegenheid om hem die vraag te stellen: Joh, maar hoe, hoe heb je dat gedaan? Zodat ik die, die kennis kan overdragen aan de mensen die kijken. Ja. Dus ik ben ook bezig om kennis ook mee te geven, dingen die ik nooit heb geleerd, maar die ik ja, ja. mezelf moest aanleren. Maar nu jij zelf. Ja. Jij zelf. Ja. Want ik merkte. Ik merkte wat ik, wat ik zei. Ja. Dat maakt niet uit hoe oud je bent en zit je nog steeds dwars. Ja. Uh, of laat maar het zo zeggen, je leeft er nog steeds mee. Ja. Dat is misschien beter. Ja. Uh, en, en dat merk je ook als je praat. En doop het je deelt, want je hebt gelijk. Er zijn ja. heel veel mensen. Ja. En, en, en nogmaals, ik ken dat niet, maar ik zie om me heen wat voor effect dat heeft ja. op mensen. Ja. En het gaat nooit weg. Je ja. uh, zegt het goed. Je voelt uh, dat je niet gezien wordt zoals jij gezien uh, wilt worden ja. en dat compenseer je met een hele hoop dingen ja. je koppelt uh, je role models uh, zoek je op televisie vanaf klein ja. en misschien doe je dat nog steeds meer man en dan ja. weet je dat niet eens ja. uh, uh, maar je hebt vader en moeder gehad en welke dingen van jouw vader die heb geleerd dat je niet willen missen want jij kan nu zeg maar jij, jij put uit een bron die ik niet ken ja uh, dat uh, gelijk het eerste wat bij me opkomt is uh, uh, het politiek denken. Ja. Dus, hé, hey, uh, ja, ik wil niet te diep gaan hoor, maar ik ga, uh, een, een voorbeeld. Mensen hebben zo'n beeld over de wereld. Ja. En dat laat mijn vader zien, maar je weet wel dat zus en zus en zus en zo in onze geschiedenis. Onze ja. mensen, zus en zus en ja. zo. Ja. Dat land, bijvoorbeeld Amerika, zus en zo en zo, misdaden tegenover ja. onze mensen. Ja. Dit land waarin wij wonen, zus en zus en ja. zo. Dus daarom ben ik altijd kantjes geweest. En dat heb ik te danken aan mijn vader, denk ik. Eén van die dingen. Mooi. Uh, dat hij altijd heeft gewezen van weet wie. Daarom ben ik ook zo trots. Ja. Uh, zet ik altijd mijn voorgrond voor. Omdat ik weet wie ik ben. Ja. En ik zie heel veel mensen om mij heen niet. Ja. Uh, uh, mensen als mij. De Laat maar op Suriname zouden. Ja, die, heb ik, die weet niet eens waarom ze een witte achternaam hebben. Ja. Die rollen er gewoon mee. Die weten niet waarom ze een witte achternaam ja. hebben. Dat soort dingen. En ik weet dat. Ja. Uh, ik vind het wel belangrijk dat je dat weet. Ja. Ja. <laughs> uh, dat soort dingen. Uh -huh. Dat heb ik meegaat, Maar ook die kleine dingen die je opnoemt, uh, waar je misschien niet eens bewust van bent, maar dat scheren en al dat soort ja. dingen. Dat soort dingen die je uh, voor lief neemt. Als ik jou hoor praten, ja. denk ik dat is wel degelijk dat is belangrijk. Luister uh, uh, elk boy, meisje. Leren koken, dat ik dat niet ja. opnoem. Mijn vader ja. heeft me leren koken. Ja. Ja. Daarmee lok ik die vrouwen nu. Ja. Dank je wel, papa. <laughs> da 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 dat bijvoorbeeld, ja. Ja, 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 ja. Je doet gewoon die Jamie Oliver op zo. next level. Ja. Nee, maar uh, uh, belangrijk. Zeker als ja. ik jou hoor praten. Ja, dat is kapot belangrijk. Maar daarom zeg ik, ik probeer ook altijd te zeggen van... je hoeft niet perfect te zijn. Kijk, het gaat niet om perfect zijn, want perfectie bestaat niet. Uh. Maar in die imperfectie zit perfectie. Want het enige wat je moet doen, is aanwezig zijn. Het gaat niet om de cadeautjes. En tuurlijk, we verwennen onze kinderen allemaal als ze kids hebben. Die aanwezigheid, uh, hè? En aanwezig. Je moet er gewoon zijn. Daar zou jij nu nog steeds alles voor geven. Ja, dus ik praat niet over tijd terugdraaien. Ja. Maar je zou alles voor geven om nu gezien te kunnen worden... zoals je gezien wilt worden vandaag de dag. Ja, ja maar ik... Of ik, niet, ik, of zeg je van, you know nee, what, nee, nee, ik accepteer. Maar ik, ik, kijk, ik heb één ding geaccepteerd, of moeten accepteren, dat is live. Je kan niet verwachten dat een andere persoon het leven inziet als hoe jij hem inziet. Ja. Wij kijken allemaal naar de wereld via onze eigen lenzen. De fout die vaak gebeurt, ook in relaties, is dat we verwachten dat andere mensen met dezelfde issues zitten. Maar waarom doe jij dat? Misschien zit die persoon in een hele andere situatie in zijn hoofd. Dus ik denk dat mijn vader hem niet wil zien. Maar misschien zat mijn vader. Zelf in een bepaalde crisis. Heb je hem wel eens Vandaarij... gevraagd naar zijn background? Uh, dat, ik, 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 ik vraag me dat af, Ja, ja ik, op, ik, vroeg he? hem ook, ik vroeg hem ook. Naar van, zijn ik, ik... verhaal. Ken je het verhaal van je vader? Ja, mijn vader ja, is kort van stof. Dus waar ik lang van stof oh, okay. ben. Ja, echt zo Caribbean. <laughs> ja, 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 ja. Zo Caribbean. Wat ja, gebeurt Gewoon, uh, uh, gewoon daar toch? <laughs> ja, 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 Maar, ja. maar in, in de samenvatting van wat hij dus vertelde. <laughs> heb jij het volgende kunnen halen? Ja, en ja, dat is... ja, ja hij zei van. Uh, hij miste ook de aanwezigheid van zijn vader. Ah, dat heb je wel meegekregen, ja. Ja. Maar dat kwetste mij ook weer, omdat ik heb dat ook gehad. Ja. Maar ik koos bij, bij mijn zoontje om juist echt aanwezig te zijn. Uh, en gewoon. Omdat jij uh, dat Ja, hebt omdat gemist. ik weet hoe het is om geen vaderfiguur te hebben. Kijk, sommige gasten denken: Fuck it man, ik heb mijn mama en ik heb mijn vader niet nodig. Wanneer ik boys dat hoor zeggen. Ja. Ik hoor iets anders. Wat hoor je? Nou, ik hoor dat hij dat. Tuurlijk zou die willen dat, dat zijn vader erbij is. Ja, juist. Maar die anger, die scheelt. Oh, die scheelt. Is aan. Ja. Die ken ik? Want die heb ik ook. Maar die scheelt. Dat is waarom je op sommige dingen heel erg boos wordt. Dat je denkt van, waar komt vandaan die emotie? We zijn allemaal kids, man. Ja, ja. ja. We zijn allemaal kinderen. We willen eigenlijk, uiteindelijk, kijk, we all chase stuff, materialistische stuff en en. ...spullen en weet ik wat allemaal. Uiteindelijk willen we gewoon liefde. Het klinkt heel corny. Heel heel soft. Maar uiteindelijk willen we allemaal... Het een klinkt knuffel. nergens corny wat je net hebt gezegd. Nee, maar, 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 maar weet je het is... Kijk... Uiteindelijk willen we allemaal liefde. In ja. jouw geval... ...weegt ja. uh, het waarschijnlijk het zwaarst. En dat vind ik zo mooi aan deze show. Ja. Wij komen hier zitten om te praten over de liefde. Ja. Je, jij, stelt, uh, jij stelt je zo te zien uh, kwetsbaar open. Daar ben ik dankbaar voor. Ja. En het gemis... Uh, van de liefde van je vader, ja. is wat je, is wat gelijk op tafel komt. Ja, omdat, omdat, omdat dat, is, dat is, dat is. Dat zegt ook wat, Hemmymang. Ja. Want wij kunnen over van alles hebben, want jij hebt ja. meerdere kanten dan dit natuurlijk, Ja, ja, ja. waarover meisjes kunnen praten. En goed ook, Ja, ja. Uh, waarover ja. Uh, uh, van alles kunnen praten, maar dat komt als eerst op tafel. Ja. Vind ik Om, belangrijk en waardevol. Ook, ja, maar het is ook omdat het, het is de kern waar ik voor sta. Daarom zeg ik. Uh, mensen kijken vaak naar een boek... en kijken alleen maar, zeg maar naar de kaft. Oh, leuk, grappig. Maar als je naar de eerste twee bladzijden kijkt... dan denk je van, oh, maar wacht eens even. Als ik me verdiep, daar zit volgens mij meer in. Mm -hmm. En bij mij is het zo van... mensen snappen die good vibes heel verkeerd vaak. Dan denk ik van, maar je kan niet altijd blij zijn. Ik zeg niet dat ik altijd blij ben. Ik zeg met good vibes only. Er zit een methodiek achter. Die good vibes only, die staat voor... focus op de positieve de dingen. Want... Um, je kan de hele tijd letten op wat er niet is. Mm -hmm. En moet je de hele tijd letten op wat er niet is. ga je nooit waarderen wat er wel is. Mijn vader was er niet, maar mijn moeder was er altijd. Snap je? Nee. Mijn vader kwam me nooit op, van school afhalen, maar oh. mijn moeder wel. Tuurlijk miste ik uh, die leegte en kon ik hem nooit opvullen. Maar ik ben wel mijn moeder nog meer gaan waarderen. Juist. Snap je? Mijn moeder is een super oma voor, 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 voor mijn zoontje, oh ja. hij adoreert haar. Dan denk ik, wauw, dat is mijn mama. Snap je? En dan word ik trots. Want dan denk ik, mijn moeder is, hoe ze voor mij is, zo so, so liefdevol als ze was, met heel veel slippers. En als, when I got out of line, mm -hmm. ze heeft zoveel liefde. En dan zie ik die liefde vanuit een ander perspectief, hoe ze naar uh, haar kleinkind kijkt. En dat is mooi, dat is beautiful. En ik ben trots dat mijn zoontje dat mee kan maken, omdat, uh, maar ik hoop ook wanneer hij ouder wordt, dat hij ook dit uh, gesprek ook ziet. Kijk, een van mijn focuspunten toen ik geboren was, was ik wilde heel erg uh, dat hij is half Nederlands en half Arubaans, Ik wilde heel erg dat hij uh, van beide werelden dingen meekreeg. Hij is dubbelbloed, dus hij krijgt twee. Van beide kanten krijgt hij dingen mee. Ik wilde ook heel erg die Caribbean kant inbrengen, want ja. hij is ook gewoon Arubaans. Ja. Uh, hij is Nederlands, weet je? Dus hij woont bij zijn moeder, dus die Nederlands kant krijgt. Maar ik was heel erg ook gefocust, ook hij moet ook zeg maar de Black culture erbij ook krijgen. is belangrijk. Want hij heel is belangrijk. beide, toch? Ja, hij is beide, snap mm -hmm. je? En ik wist gewoon, als hij bij mijn moeder zou zitten en, en, en de tijd met mijn moeder zou doorbrengen, dan zit dat, <laughs> dat, zit dat goed. goed. Want dat is waar ik vandaan kom. Ja, snap je? Ja, ik, weet, weet, ik weet waar ik vandaan kom. Mm -hmm. Ik weet dat ik heel bewust ben van wat ik ben. Bijvoorbeeld, vaak zagen mensen bijvoorbeeld van, uh, 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 ja. ik weet nog op een gegeven moment was dat hele discussie uh, rondom, zeg maar, Zwarte um, Piet. En mensen zeggen van hé, waar, waar heb je nooit hard erover gesproken? Ik zeg, ik heb er vaker over gesproken, maar jullie letten alleen maar op de keep it hard, keep it banger in de boekoes. Mm -hmm. Maar als je goed oplet, Aaron, weet je, ik, racism, racism en, 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 en blackout zit heel diep bij mij hè? Mm -hmm. Ik keur racism zwaar af op alle levels. En waarom vertel ik dit verhaal? Is omdat. Die culture wat je vertelt over je vader of die politieke kant wat hij al bijbracht, dat bracht mijn moeder me bij. Mijn moeder zegt, luister, je bent een black guy, je moet harder werken. Je moet beseffen dat je kan niet kan zeg maar, spelen in je moet, je moet mensen zitten op te letten dat je het fout doet. Jij moet harder rennen. Zij leerden me discipline. Zij leerde mij dat de wereld soms oneerlijk is. Maar laat je niet gek maken. Dus mijn moeder leerde me hele belangrijke waarden over slavernij, over waar dingen vandaan komen, over hoe de wereld echt in elkaar zit. Mm -hmm. Daarom, toen ik in de mediawereld kwam, heb ik nooit mijn ziel hoeven verkopen. It was always... nando liefst, kieper haren, Waar hoor je <laughs> dat nog meer zeg maar, in de mediagame? Mm -hmm. Ik wilde altijd mezelf zijn, omdat ik weet, ik weet niet anders dan mezelf te zijn. En daarom zeg ik, ben mijn moeder nog meer gaan waarderen... omdat ze die culture bij me heeft ingebracht. Ja. En dat ze mijn oog heeft geopend en heeft laten zien... als van, the world is not perfect. En dat, zeg maar, die kennis wil ik dat mijn zoontje ook mee krijgt. Kijk, mijn zoontje groeit op in een andere wereld. Mijn zoontje groeit nu in de wereld dat hij een papa heeft... Ja. Die, 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 die bekend is, die whatever alles... die gewoon dingen voor hem kan doen die mijn vader niet voor mij kan doen. Hij krijgt andere mogelijkheden. En heb ik het niet eens over... Financiën. Het feit al dat zijn vader mensen kent. Mm -hmm. Hij kan op een gegeven moment door mijn contacten en netwerk op een hele andere plek komen. Maar dat maakt me ook weer bang. Want hoeveel ik ook van mijn zoontje hou en hem wil blessen met alles qua aandacht, liefde. Als mensen te veel hebben, kunnen ze niet altijd waarderen. Dus je wil. Je strokkelt tussen hoe geef ik hem genoeg... maar hoe zorg ik ook ervoor dat hij weet... wat werken is voor bepaalde dingen. Ja, maar ook dat hij ook weet van... van, van um, hoe breng je karakter bij. Juist. Want het feit dat ik niet altijd met mijn moeder... bijvoorbeeld naar de intertoys kon... om zeg maar allemaal speelgoed te halen... Ja. zorgde wel voor dat ik extra blij was... toen ik mijn speelgoed kreeg. Precies, ah, juist. Met... Die, 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 die groene soldaatjes die niet bewegen, niet schoon, ja, ja, ja. ze staan daar ja, gewoon, ja, ja. die, ja. <laughs> en ja. dat je zelf een creatief verhaal maakt. Ja, in mijn hoofd deden ze allemaal dingetjes. Ja. ja. Maar mijn zoontje is zeg maar op de Die heeft waarschijnlijk een uh, ja. iPad en een datpad, Nintendo DS of weet ik veel. Ja, van al die dingen. Ja, maar uh, ja, nee, maar ik, nee, maar, kijk, ja. weet je, het is, kijk, um, I'm still learning. Ja. Uh, nee, beetje. maar het is ook deze tijd, man, het is moeilijk om daar. Uh... Ja, maar het is ook moeilijk om, om ook soms Precies, yeah. nee te zeggen. Iedereen heeft en hij heeft niet. Snap je wat ik bedoel? Ja. D -d 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 dus ik, ik kan ben me ook voorstellen. Niet blij met mezelf, want zeg maar, hij heeft dan een kind in zijn klas. Die maar, en ding. dan heb jij ook nog, ja. uh, ik noem het even, uh, het trauma. Ja. Uh, van dat jouw vader er niet was. Ja. Uh, dus jij wil hem sowieso verwennen. Als ja, zijn ja, er super wat. Hier, boom. Ja, man. Ik kan me nog voorstellen. Ik weet nog toen hij één was op zijn verjaardag. Had hij een hele grote jeep gekregen, een Mercedes jeep. je ja. kent me heel lang. Ik rij zelf niet deze nee. auto. Ja. Ik kom gewoon met de fiets. Ja. Allemaal, allemaal simpel garen, ja. niet much. Ja, ja, ja. Mijn maar hij was, was één, hij had een ja. gekke AMG jeep. Ja. En ik, zag dat, ik zat aan een filmpje te kijken van hem en ik zie hem in die auto om zich heen kijken van, ja. wat de hel is dit? Dus dacht ik, heb ik het nou voor hem gekocht of heb ik het voor de kleine Nando ja, gekocht goeie, ja. die dat nooit heeft gehad? Ja, 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 ja. Dus ik ben constant ja. aan het spiegelen ook in mezelf. Hè. Constant ben ik aan het denken van, oké, okay, hoe kan ik hem niet verlammen met mijn tekortkoming die ik heb gehad in mijn opvoeding? Ja. Want je kan iemand zo verliefde geven, zo vertroetelen, dat ze zelf niet zeg maar in staat zijn om te vechten, snap je? Want ik ja. kan ik kan hem ik kan hem bijvoorbeeld zeg maar ik kan hem het vis geven en ik zeg hier is lekker vis, of nou, ik kan hem zeg maar een helm geven ja. en ik zeg weet je wat, leer vissen. Juist. Dus dus ik ben op ik ben op dat punt dat ik dat aan het, aan het reguleren ben. I try to figure out a spot hoe ik uh, een betere vader kan zijn. Als je is... naar je zoontje kijkt, ja. denk je dan automatisch aan je vader? Ja, ik kan je zelfs zeggen dat, en dat was wel zo, wel zo emotional. Kijk, we hebben allemaal een wegstopdoos, noem ik het. Mm -hmm. Ik heb er drie. Kijken? Ja, we hebben er drie. Eentje is hierachter. We hebben allemaal zeg maar een wegstopdoos. Dat is een doos die je ontwikkelt in je hoofd. Een soort harde schijf waar je dingen op gooit die je even niet nodig hebt. Oh, die gooi ik daar. Maar niet nodig. Even hoofdpijn. Even niet. Even niet. Kan ik niet gebruiken. I can't also. Good vibes. Good vibes. Is is een soort black box van zeg maar de vliegenberg. De trauma box. Dus die stop je gewoon weg. Klik. Precies. Hij gaat daar, je in de wabi, je in de Maar hij is daar, hij is daar. Hij is gewoon, hij is daar. Hij is gewoon. Op het moment dat ik dus vader werd, 28 oktober 2016, um, toen veranderde iets. Op het moment um, dat ik hem zeg maar aanraakte voor het eerst, ik voelde een, een energy. Ik kan het je niet uitleggen, bro. Het is, het is, het is magisch. Het is. Het, 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 ik kan niet, er zijn niet, de woorden zijn niet eens bedacht om te omschrijven wat ik dus voel. Goed zo. Is ook om te voelen, lijkt het me. Ja, ik, je, ja. ik kan niet eens uitleggen van... Nee. Elk woord dat ik zou proberen samen maar te stellen... Maar ik voel je, by the way. die bestaat gewoon niet. Ja. Snap je? Dus, dus ik had hem in mijn hand en ik fluisterde in zijn oor van... Papa laat je nooit in de steek. No matter what you do, ik zal er altijd voor je zijn. En ik sprak hem, ik, ik zei dat in zijn, in zijn oor. En ik zeg, I love you forever. En ik zeg je eerlijk, van binnen, ik brak gewoon. Omdat dat, dat was zeg maar een zin die ik altijd had willen horen van mijn eigen vader. En omdat het een emotie is die zo, zo echt was, daardoor kon ik het ook uiten naar hem. Want dat was zeg maar de kern van waar ik voor sta. Ik liefde. Ik ben een vis van sterrenbeeld. Als je in astrologie en dat soort dingen gelooft. Zeg maar, vis zijn hele gevoelige, dromerige mensen. Mm -hmm. Dus ik heb ook dat erbij, als je daarin gelooft. Mm -hmm. en, en gewoon hoe ik ben. Ik ben een, een, een persoon. Als ik, als ik jou ken en ik ben cool met jou. en er is er. there's something wrong with you. een epic, je. Hey bro, je good. Zo ben ik. Soms, soms met bepaalde artiesten. weet je, dan. een dan, dan epic. en dan schrikken ze gewoon van. hé, hey maar bro, hé hey maar dope. Zeg ik, Ja, maar ja, toch, vorig keer had je dat toch? Mm -hmm. Laat hun terug naar je zoon. Ja. Dat maar, moment. Ja. Uh, ik hou van je. Ja. En dan was je gelijk... Zie je? En weer gelijk je vader die tevoorschijn kwam. Ja, hij is er altijd. Ho, ho. Nee, maar deze man... Deze man... Um, is grappig, want zeg maar... Uh, mijn voornaam is zijn tweede naam. Ja. Dus, dus dat is ook nog grappig. <laughs> <laughs> en mijn zoontjes tweede naam is mijn, is mijn naam. Snap je? Dus hij is er niet, maar hij is er toch. Ja. En ik zeg eerlijk... Um, ook met alle verdriet want zeg maar... I'm not talking bad about my dad. Ik vertel gewoon nee, je jouw de verhaal. waarheid en ja. mijn verhaal. Ja, dit is jouw verhaal. Want er zijn twee kanten ja. van een verhaal. Dat is jouw... Nee, eigenlijk drie. Jouw kant, mijn kant en de waarheid. En daarom was ik zo bij de hand uh, daarnet om te vragen... Van, heb je ooit zijn verhaal gehoord? Ja, maar dat, maar, ja. Want, want jij bent opgegroeid met je moeder natuurlijk. Ja. Daar was ik benieuwd van... Heb je hem ooit wel eens. en ze zei ja. en ik kreeg een Caribisch antwoord. Uh, kort. Ja, uh, yeah, ja, yeah, Maar uit dat korte antwoord. haalde oh. jij al heel veel. Ja, yeah, ja. Yeah. En dat vond ik mooi wat je zei. want jouw moeder was dus daar. superwoman. zijn ze ja. altijd. Ja, ja. Uh, vaak. Ja. vaak. Ja. Uh, jij ervaart je moeder ook als superwoman. en met alles dat zij deed. extra kracht in zijn vijf zetten. al jij weet niet eens hoeveel zij. jij, jij weet dat zij heel veel heeft moeten inzetten. Ja. en toch weet je niet eens hoeveel. Ja, ja. hoeveel het haar heeft gekost. Ja, ja. En toch blijven er vragen. Ja, Zin, omdat... die, die zij zelf niet kan invullen, zo goed als ja. wat ze de best ja. doet. Ja, maar dat uh, komt omdat en... op sommige vragen kan alleen maar een vader een antwoord geven. Ja, 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 ja. Um, en, en daarom, dat is de balans. Zeg maar in life, zeg maar, um, dat is ook balans als je kijkt naar de bevruchting. Je hebt, je hebt zeg maar eisen, en Zaatsjan nog, en die komen samen, en dan ontstaat zeg maar nieuw life. Ja. Dus zelfs in de basis, in de kern, zijn die twee elementen nodig om jou te kunnen maken. Dus hoe kunnen we denken dat er maar eentje ervoor nodig is... om dat ene person te laten functioneren? Dat is waarom wanneer, wanneer je kids ontmoet... die een, een vaderfiguur mis of nooit gekend hebben... in sommige gevallen is je vader gewoon overleden... kan je niks aan doen. Dat is een ander pijn, dat is ook een diepe pijn. Ja. Want je kan hem niet meer knuffelen wanneer je wil knuffelen. Uh, wij kunnen hem wel knuffelen, althans... Uh, maar we weten niet hoe erop gereageerd wordt... want die, die band is er niet. Daarom zeg ik... Die emotionele band is belangrijk. Mijn zoontje wordt gek van mij. Elke keer als ik hem zie: <totstuk> <totstuk> zoveel van jou? En dan we hebben we zo'n dingetje dat ik zeg. Dus sinds hij klein was, zeg ik, weet je hoeveel papa van jou houdt? En dan kijkt hij naar me en zeg ik zoveel. Huh? En die man is nu vijf. Dus op een gegeven moment zeg ik, hoe uh, houdt papa van jou? Zegt hij heel veel. Zeg maar, hoeveel houd jij van papa? Zegt hij. Er zijn niet genoeg Eiffeltorens om de het ja, ja, die met vergelijken. We ja, zeg maar. en zegt: hij, ja. maar ja. ik hou nog meer van jou." Zegt hij nee. En dan ga ik hem zoenen op zijn hoofd ja. en in zijn oortje en dan weet je het is zo verliefd en ik denk ik denk dat hij mijn grootste blessing is. Waarom zeg ik ja. dat? Omdat hij mijn zoontje heeft mij een tweede kans zeg maar gegeven. Een tweede kans om te praten met die baby Nando in mij. Dus die jongen die afgewezen werd door zijn vader, die heb ik dus weggestopt. Dus die doos van pijn, uh -huh. die heb ik dus open moeten maken. Omdat elke keer als ik dingen deed met mijn zoon, uh, merkte ik een stukje pijn. Bijvoorbeeld, ik heb nu een traditie. Als mijn zoontje jarig is, ik neem gewoon vrij. Maakt niet uit wat voor interview, wat ik moet doen, wie ik moet aankondigen. Wat ik, welk... Je bent vrij? Ik ben gewoon vrij. 28 oktober? October ben ik gewoon vrij. Juist. Yes. En dan ga ik traditiegedrag, ga ik die man ophalen van school... Uh, het zijn gewoon dingetjes die extra waarde hebben, mm -hmm. omdat ik die nooit heb ervaren. Want het ene jaar zag ik mijn vader en daarna twee jaar weer niet, en toen weer wel, toen weer niet. Dus die, die dingen die mij pijn hebben gegeven, die heb ik nu omgezet in een positieve ervaring met mijn eigen zoon. Waardoor hij op een andere manier, zeg maar, uh, dat zal herinneren. Dat mee wordt vragen Oh je van je vader? Ik denk het wel. Ik, ik, denk, ik, denk, ik denk dat ik juist heel veel van mijn vader houd. Daarom doet het me juist wat. Daarom raakt het me ook diep. Daarom heb ik er zo lang mee gezeten. Dat is waarom ik me ook... Ik denk zeg maar om te zeggen dat ik niet van mijn vader hou zou de grootste lie ever zijn. Ik ben dol op die gast. En daarom doet het meer pijn. Omdat... Stel dat ik geen emotie voor hem had. En I really didn't care, omdat ik sowieso dan, dan, dan was van, nou ah, ja. Nee, maar dat zou je hebben wat jij ook hebt bij andere gasten. Ja, dat, ik dat denk je denkt, oh. is een front. Ja, ja. Want dat heb jij toch als je gewoon zegt, nee, mijn moeder was gelukkig, mijn moeder ja. laat, laat hem. Ja. En jij weet van, nee, kan niet. Nee, maar, uh, kan niet, want jij ja. weet hoe jij je voelt. Ja, ja. Je houdt sowieso van je maar tenzij ze iets heel ergs hebben gedaan of, weet je, ongegeveer, ja, ja. dus elke situatie is anders. Maar in, 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 in normal situation, wat normaal is, zeg maar. Hou je van je vader en je moeder. En soms heb je ook ouders die dat tegen elkaar willen uitspelen, wat fucked up is. Maar um, kids hebben een loyaliteit naar hun ouders. Ja. Snap je? Als mijn vader, als er God forbid iets met hem is, ik vlieg gelijk naar Aruba en ik ben daar. Snap je? Ook al is hij er nooit voor mij geweest. Ik ben wel zo. Want ik weet toen ik mijn zusjes kreeg, voordat ik zusjes had, had ik gelijk een ticket geboekt. En ben ik gelijk naar Aruba gegaan om een band met hun uh, uh, op te bouwen. Houdt je vader van jou? Ik denk misschien op zijn manier. Ik heb heel lang gedacht dat hij juist niet van me hield. Maar dat zou heel, heel eenzijdig zijn. Dus, dat is omdat als ik het... Kijk. Als ik kijk naar de facts... Uh, van, kijk want ik, ik beoordeel liefde op basis van... Hoe iemand... Hand, naar hoe iemand handelt. Als iemand zegt, ja, ik ben je mat, die man, ik ben... Maar die man is er nooit voor je. Of die man checkt je niet. Of die man is niet stabiel. Of die man heeft je rug niet. Dan kan je die woorden uitspreken, maar die woorden zijn zeg maar, zijn dunnetjes, snap je? Het heeft geen waarde. No, no, no. Dus jij kijkt naar of het handelen? Je... Ja, ik kijk altijd naar acties. Ik kijk nog naar woorden. Omdat woorden zeggen niks. Maar met die theorie, dan lijkt het alsof je zegt dat je niet denkt dat je vader van je Dat houdt. heb ik heel lang gedacht. Maar nu dat ik wat ouder ben... Um, en, en wat meer zeg maar, ontwikkeld ben, denk ik van... ja, dat is een hele eenzijdige gedachte op basis van wat hij doet. Maar sommige mensen kunnen bijvoorbeeld hun emoties niet uiten. uiten ja. so, soms hebben vrouwen relaties met mannen... En, en die guy houdt freaking veel van zijn vrouw... maar hij weet het niet te uiten. Hij, hij heeft het nooit geleerd. Dus hij weet niet zeg maar, hoe hij moet zeggen... hey baby, I really love you. En dan koopt hij bijvoorbeeld een hele dure ring... en dan zegt hij, het is voor jou hè... En dan denk maar oké, okay, maar. Snap je, is dat romantisch? Yeah. Je moet ook kijken naar de love language van iemand. Snap je, sommige mensen willen horen dat je van ze. Sommige mensen zijn al blij als je het kan laten voelen door de dingen die je doet. Mm. Dus dat, dat is ook zo'n een, 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 een diep ding. Kijk, en, en ik probeer ook de love language te ontwikkelen of te zien van mijn zoontje, uh, wat hij fijn vindt. Maar ik zeg gewoon elke dag tegen hem, I love you. Ik uh, weet dat, For the moon and back, back again. Jij bent gewoon mijn nummer één. Maar ook, ook dat wat je allemaal hier doet, gaat zich ook ontwikkelen. Ja. Dus je bent, dus wat je hier vertelt, klinkt alsof je heerlijk bezig bent, Mami man. Ik doe mijn Komt best. Goed, maar het is, ik ben Komt soms goed, ook, man. Ik ben soms ook onzeker als ik eerlijk ben. Kijk, Over de vaderschap? Ja, ja, omdat ik. Omdat ik. Omdat ik, omdat ik, omdat ik zeg vaderschap, maar. Vaderschap, ja? Ja, mm -hmm. omdat ik. Uh, ik heb nooit een handleiding, zeg maar. Er bestaat geen handleiding voor ouders. Mm -hmm. Omdat um, elk kind is anders, elke situatie is anders. Mm -hmm. Dus je kan nooit iets perfect doen. Je moet je kind lezen, terugkoppelen naar jezelf, leren, try and error. Dus I can't blame people for making mistakes. Maar ik kan mensen wel blamen als ze niks doen om te verbeteren. Want als jij de hele tijd, zeg maar, dezelfde fout aan het maken bent met je kind en je verwaarloos je kind. It's on you, man. Mm -hmm. Weet je, je kan wegkomen met één jaar of whatever. Je was in een. Aparte fase in je leven. Ja. Oké, okay, maar ja. je kan niet zeggen van, je kan niet, ik snap niet nu dat ik een zoontje heb. Dat doet pijn om te denken dat je gewoon niet voor je kinder kan zijn of wil zijn. Dan wil ik echt weten wat voor egoïstische gedachten zitten hierachter. En om daar niet in te blijven hangen, I try to step away from it, put it in another box, <laughs> mm -hmm. en focus op positieve. Dat is dat ik een lieve zoon heb uh, waar ik het wel goed bij kan doen. Waar ik wel mijn best kan doen. Waar ik hem wel kan opzoeken op school. Laatst hadden ze een soort carrière dag van ouders. Dat allemaal ouders kwamen naar die school. En toen zei ik op een gegeven moment, joh, ik kom ook. En hij was zo trots. Hij zei, is mijn papa, hè? Nou jongen, dat raakte mij. Dat hij trots op me was. Het is een gevoel. Ik ben een gevoelsmens. Het gaat met mij niet om van... Ik kijk niet naar spullen om me rijk te voelen. Ik kijk naar e uh, echte emoties. Mm -hmm. Het feit dat jij op camera zegt van over die bromance en en weet je dat? Uh, want mensen weten bijvoorbeeld niet dat wij ook naar het buitenland zijn gegaan. Ze ja. zijn toen ook naar Marokko gegaan. Ja. Ben ik ben bijna verdronken trouwens, maar ja. dat is zijde. Ja. ja, moet je even vertellen. Ja, nee, ja whatever. Wat? Nee, maar het gaat om die bromers. Ja, nee, klopt. Want dat is ook een leuk moment inderdaad. Ja, ja, ja. ja want, want je kunt niet met iedereen op vakantie. Nee, nee. Fucking is is, risico. Vakantie is lastig. Is moeilijk. Vakantie is ook okay, in relationships, ja. in friendships, het kan sneuvelen. En daar ben ik dus erachter gekomen: van, ja. ik trek deze man. Ja. Ik trek het dat hij 's ochtends opstaat en begint te praten. Totdat hij gaat slapen en weer wakker wordt. Ik trek het dat deze man. Schoenen met dikke witte sokken tot ze enkels draagt op het strand. Ik trek dat van deze man. Dat is hoe je vriendschap ontdekt inderdaad, ja. Je ziet hoe iemand Ik echt is. Ik trek het. Dat ja, deze man ja. aan geen één activiteit meedoet. Ja. Zwemmen? Nee joh, wat nou zwemmen? Op een kameel zitten, leuk. Ja, niet voor mij. <laughs> Ik trek dat van jou. Dus inderdaad, daar kom je erachter van. Klik dat. <laughs> Nee, dus dat was inderdaad ja. leuk. Man. Nee, maar dat zijn dingen, zeg maar... en, 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 en dat zijn dingen waar ik op een gegeven moment ook over heb nagedacht... over de jaren heen, van... jammer dat we uh, niet meer van dat soort dingen hebben kunnen doen. Maar ik vind het mooi dat we het laatst hebben uitgesproken... omdat dat betekent dat omdat je ding, als je dingen uitspreekt... geef je ook een opening aan om het weer te laten gebeuren. Want vaak doen mensen dingen met elkaar... en ja. ze beseffen niet wat het voor de ene betekent... Het, het, het heeft waarde, snap je? Uh, ik denk dat heel veel guys die met elkaar omgaan, als ze zich meer kwetsbaar zouden opstellen... zouden hun vriendschappen meer diep gaan krijgen. Weet je hoeveel? Bro, denk ik ja, ook Ja, ja je zet tegen iemand die ze zegt, hé hey man, ik heb pijn, man. Hoezo? Ja, man, maar hoe zou... Maar jij moet beseffen ja. dat je destijds, en het hangt nog steeds een beetje, maar die tijd zeker, ja. had te maken, en dat wist jij natuurlijk niet, ja. met, uh, ik, ik kom van een bepaald soort achtergrond. Uh, dus ik ben, het uh, steent in mijn manier van denken. Wat is die achtergrond? Mensen kijken nu en denken van, ja, yeah, je background. Nee, gewoon, dus straatmentaliteit, ja, ja. toch? Ja, ja. En, en dan kom ik eigenlijk bij uh, wat eigenlijk mijn eerste uh, uh, bijdrage aan de maatschappij is. Hè? Ja. En daar werken we dan samen. En dan tussen mensen en dan sociaal ja. zijn met me ja. verschillende. Dus dat is allemaal nieuw voor mij. Ja, ja, ja. Uh, uh, want je fokt eigenlijk met een bepaald soort type groep eigenlijk. En als dat dat niet is, yeah. pff, dan is het niet voor mij. Yeah. Waarmee je jezelf alleen maar beperkt. Yeah, yeah. Uh, uh, ben ik laten gaan beseffen. Maar dat is wel waar. Ik was vers, vers van de straat eigenlijk. Yeah. Hè, mijn man. Maar toen bleek van... Oh, we hebben zeker wel gelijkenissen. Yeah. Toen zat dat goed. We yeah. ook met elkaar rollen en shit. Yeah, yeah. Yeah. Uh, en het begin was, zoals ik zei, was eigenlijk dat mij ding. Dat ik dacht van... eh, yeah. Ja. Ben je ook daar geweest? Ja. Zag? Ja. <laughs> Eerder dan mij. Ja. Maar wat, ik, maar wat ik tof vond... Jou, je willen er is... overheen praten. Ik zal er nog een mooie voor nee. je maken. <laughs> nee, dat is van rustig. Ik doe voorzichtig. Nee, wat, 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 wat ik dus mooi vind, zeg maar... Oh, nee, wat, ik ben er niet. Kla oh, okay, ik ga, op, okay, ik ga okay. toch verder, je Oké, oké. Een keer zei hij... <laughs> nee, nee jij zei... Ik hoorde een keer verhaal. Ja. En in dat verhaal... Ik kan het eruit knippen, maar ga ik niet doen. In het verhaal had ik dus begrepen dat die shit paste niet. Ja. En toen ik dat hoorde, dacht ik van. maar die van mij gaat wel passen. En toen ben ik gegaan. Oh shit. Niboom. Nee, we gaan ophouden. We, hey, we gaan het weer gevoelig maken. Want dit, zie je? Ja, gelukkig <laughs> hebben we één volwassen persoon. En volgens mij ben jij nog nooit de volwassen persoon in de ruimte genoemd. jij bent in dit geval ja. de volwassen persoon. Nee, maar weet je wat er ook rekening. eens met mij? Um, dat is ook de ding, zeg maar, over... Uh, de ding met, met, met vrouwen. Ik ben altijd die guy geweest, I never kiss and tell. Dat vond ik tof van jou. Nee, nee, Oké, okay, dan ga ik door verder. Maar dat is een mooi verhaal, inderdaad. Yeah, yeah. Want I don't kiss and tell, toe. Ja, ja. Maar het mooie was, het gesprek liep zo... Dus dit is in de beginfase dat wij eigenlijk goed kennis met elkaar maakten. Ja. En toevallig viel het daar, het viel zo. Waarin wij voelden van wacht even, deze man hier die tegenover mij staat, is daar geweest of niet? <laughs> en zonder Kiss kis en tel waren we bezig en eigenlijk toch wel een beetje Kis en tel van. Maar betekent dat je. Nee, zonder namen te noemen, niets. En dan toch serieus? Ja, ja. en, ja, en dat was eigenlijk, maar dat ja. heel mannelijk, heel uh, ja. macho-achtig, de klik. Ja. En er erachter komen van, en daar was dan die klik. En dan later erachter komen van, deze man is een... Ja. Uh, ik, ik praat altijd over zijn moeder, wat ik ook altijd doe. By the way, wist ja. ik niet, maar ja. mensen zeiden dat tegen mij. En daar zat het hem ja. inderdaad. Uh, en dan inderdaad, dan ga je maken. En dan kwam ze nog bij hard. je thuis, wat ook bijzonder was. Dat was eigenlijk. Ja, ja. ja, ja, ja dat is waar eigenlijk. Dus, ja, ja, ik, had, ik, had, ik had een speciale bank. Speciaal ge gekocht voor. Die bank zat zo in elkaar dat als je erop zit. Dat je in slaap valt. Er ja. zit een hele idee achter. Want dan, hè, als je eenmaal als een vrouw op mijn bank zit, dan is het klaar voor je. En jij bent de enige piemel die op die bank heeft kunnen slapen. Dat is ook. Dat is eigenlijk iets wat ik had weggestopt in een doos. Maar je brengt het weer naar boven. Nee, want ik nee, weet, kijk, op een ja. gegeven moment. omdat we niet over. Uh, ja, we spraken het over emoties en dat soort dingen. Uh -huh. En jij was, zeg maar, gewoon in die. In die uh, want ik wist dat we gewoon tijd waren. Dus ik, ik kon jou gewoon ook dingen ook gewoon toevertrouwen. Weet, dat zit gewoon goed. Hij ja. is ook een kluis. Mensen die mij kennen weten uh. dat ik een kluis ben. Uh. Zelfs als de persoon in kwestie raar wil doen gekke berichten wil sturen of gek wil doen of whatever boos oh ja, nee. ik heb zoveel dingen dat heeft niets te maken met uh, ja maar ik klop, ik ik kon mezelf I'm like, hey, sorry, hey, jammer dat dat het niet gewerkt heeft of dat we niet cool zijn of mm -hmm. ik weet niet wat de issue is uh, praat met me persoonlijk good. weet je maar um, ik ik heb mezelf altijd geleerd om niet mee te gaan in die negativiteit Um, en dat vond ik ook altijd tof van ja, als ik bijvoorbeeld zag van hoe jij gebouwd was en hoe je in elkaar zat. Oké, okay, deze guy praat niet over emoties. Oké, okay, dope, dit. Hij laat mensen niet toe, maar op een gegeven moment zei hij van ja, kom naar mijn huis gaan ga we chillen. Nee. Oh ja. Want ik was ook iemand, je nodig niet zomaar mensen uit in je huis. Nope. Snap je? En dat waren die subliminal uh, on de, on, 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 die, die verhalen dat je denkt van. Wat ik waarschijnlijk nee zelf doorhad. Maar ja, inderdaad, ja, dat dus je eigenlijk ziet, van, dat ik mag toch jou een beetje toeliet. Ja, 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 ik mag jou, ik mag ja. jou. Maar we, we praten er niet over. En ik ja. vind het ook belangrijk dat hoe we ook nu hier zo erover praten. van, Nogmaals, ik probeer altijd ook tegen boys te zeggen. Praat met je boys. Mm -hmm. Want je bent heel lang bezig om stoer te doen onderling. Maar je kan ook gewoon. Echt juist met je boys, ja. die dezelfde dingen mee. Nee, hey, maar ik denk dat de jongeren van nu daar iets beter in zijn. Ja. Want ik zie ze nu... Hey, I love you bro, I love you broer, of weet ik veel ja. Ik weet niet of het altijd gemeen is, ja. maar gemeend is. Ja. Maar het feit al dat ze, ja. ze open zijn, is al ja. veel verder dan dat wij ja. waren vroeger. Ja. Want vroeger, vroeger zou je dat nooit zeggen ja. tegen uh, mijn boy. Ja. Uh, check wat we gaan doen. Nu we het toch uitgebreid over vaderschap hebben gehad. Mm -hmm. uh, in Gilly's Loveline behandel ik wel eens een... Uh, een liefdesquote, dat gaat dan over de liefde-relaties. Mm -hmm. En deze vind ik dan nu wel passen voor vandaag. Ja. Ze zeggen namelijk: ja. Een vader zou een kinds eerste held moeten zijn en niet zijn eerste teleurstelling. Of is dat te makkelijk gezegd? Dat, dat is gewoon iets wat hij dat klinkt leuk om te zeggen. Nee, nee kijk, het is een mooie quote en het klopt ook. Ooit had iemand me in een interview gevraagd: van, wat is je grootste droom? En ze verwachtte, ik ging zeggen, Amerika en weet ik veel wat allemaal. Maar ik zeg, nee, de superheld worden van mijn zoon. En toen zei ze, maar waarom dan? Toen zei ik, nou ja, kijk, dat is het enige wat onsterfelijk is. Mm -hmm. Zeg maar, al die anderen neem je niet mee. Maar in hoeverre ik een goede vader ben voor mijn zoon... en hem dingen bijbreng, dat is gewoon een live forever. Yeah. Dat is een blauwdruk die ik gewoon leg in zijn zijn, in zijn bestaan. Snap je? Ik zou willen dat mijn zoon naast zegt, weet je wie mijn vader is? Weet mm je -hmm. wat mijn vader voor mij deed? Weet je hoe ik met mijn vader dit? Weet dus ik wil hem op een gegeven moment naar allemaal landen brengen in het buitenland. Met hem reizen. Yeah. Ik wil dat hij op een gegeven moment denkt: van als we het hebben over werkvullen, uh, de Louvre, dat hij zegt van: ja, ik ben daar geweest met mijn vader in Parijs. Uh, we gingen ook naar, naar Afrika. We gingen ook naar freaking. Uh, snap je, like, I want to travel with him. Zeg maar hem dingen ook laten zien, leren. Um, dingen laten zien die je niet in boeken kan lezen of in boeken kan vinden. Ja. Maar die je zelf moet ervaren om te voelen. Ervaring, hè? Ja. ja. Ik wil ook dingen ontdekken, snap je? De wereld is zo Met groot. Met hem. Ja. ja. Snap je? Ik wil ook nieuwe dingen zien en, 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 en nieuwe verhalen creëren. Ja. Want, want wat ik altijd zeg is van... Wat wij niet beseffen is van... Het zit hem niet in wat je fysiek geeft... Het zit hem, zeg maar, in het feit dat je fysiek aanwezig bent. Die herinneringen, die memories, maak je eigen boxes of joy. Ja. Dus we hebben al, altijd hebben we een box met alle narigheid. Die ja. hebben we gewoon. Dat is de, 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 de drama-box. Die hebben we allemaal. Daar gaat alle troep in. Ja. Alle, en dan soms komt, komt er een triggerpoint. En boem! En dan komt die. Ja, weer. Want, want die moet open gaan weer, hè? hoe ja, dan ook. Ja, hè? ja, die moet en die gaat sowieso open ja, ja. op een gegeven moment. Dus je kan, hem, weet je, je kan hem heel lang onderdrukken. maar op een gegeven moment gaat ja. hij of bewust of onbewust juist, gaat hij juist, open. Precies. Juist, juist. Um, en kijk, je gaat kids nooit trauma-free op kunnen voeden, want dat zou altijd iets zijn. Want naast jouw, naast, kid... naast jouw opvoeding en naast al jouw goede bedoelingen ja. heb je nog steeds de wereld waarin ja, ja. ze leven. Daarom. Ja. Dus het enige wat jij kan doen is het beste doen wat jij kan doen, ja. en bidden. Hopen zeg maar dat. dat dat minimaal de helft of een kwart van de dingen die je bijgebracht hebt, die blijven hangen. En dat zijn karakter ook invloed heeft. Want ik zeg altijd: een kind, een persoon is afhankelijk van drie dingen: uh, zijn opvoeding, zijn omgeving en zijn karakter. Als de opvoeding on point is, moet je ook rekening houden dat de, dat de omgeving in staat moet zijn om het ook in balans te houden. Want alles wat je positief het kind leert. Leert hij af op school en dan komt hij thuis met allemaal slechte woorden, bad words en rare hè, Dat moet je allemaal weer eruit halen, weer liefde erin stoppen en goede dingen. Gaat hij weer in de school, weer afleren. Dus dat is een systeem. En dan het derde, het meest belangrijkste, is iemands karakter. Mm -hmm. Want je kan iemand alles geven qua normen en waarden, maar uiteindelijk moet iemands karakter Juist. en de persoon die iemand is, die moet er wat mee doen. Ja, je hebt, je hebt te maken met uh, persoonlijkheidstypen. Ja. Misschien ja. als je in uh, astrologie uh, gelooft, neem je dat ook mee. Ja. Spiritualiteit ja. en de wereld komen heel ja. veel bij kijken, los van wat jij hem biedt. Ja. Ja. En het beste die je doet. Ja. Uh, je hoeft niet bescheiden te zijn, hè? maar ik hoor je zo praten, dan ben ik wel benieuwd daarna. Uh, wat voor cijfer geef je zelf als een vader? Zo'n moeilijke vraag. Moeilijk, hè? Moeilijk. Ik ben wel kritisch op mezelf. Uh, ik zou mezelf... Vandaag de dag. Vandaag de dag voelen acht, acht en een 8, 8,5. 8, 8,5. Ja, ik wil nog voor die 10 gaan. Had je lukken man, wat ik ja, hier ja. En om het zeker rond te maken, het klinkt niet dat jij uh, je zo'n eerste teleurstelling zal zijn. Nee. Uh, de eerste superheld, denk ik. Ja, dat, dat, dat is mijn focus. Kijk, wat ik aan het begin van het gesprek zei, van, in, het, in het begin werd ik gemotiveerd vanuit de pijn die ik had van de teleurstellingen van mijn vader. Hmm. Dat was mijn drijfveer en mijn motor om succesvol te worden, om zichtbaar te zijn, om iets te worden in de wereld. Zodat mijn vader ooit terug zou keren en zou zeggen, hé hey, dat is mijn zoon. Dat, ja. hij, dat, hij, dat hij nooit de reden zou hebben om... Ik, ik wilde eigenlijk dat hij spijt had dat hij mij in de steek had gelaten. Dat hij denkt van: oh, hey, maar, hey, maar ik heb nog. Hey, hey, damn, man, I missed out on that. Ja, helaas, snap je? Mm -hmm. Maar nu is mijn nieuwe motivatie. 28 oktober 2016 werd op een gegeven moment van: Mijn zoontje. Hoe ga ik ervoor zorgen dat hij het goed heeft? Emotioneel, dus emotionele rijkdom. Mm -hmm. dat hij denkt: ja, dat is mijn papa, man, dat is mijn papa. Mm -hmm. Die blij wordt als hij me ziet. Ja. Dat ik hem knuffel en dat hij dat voelt, dat hij denkt van deze man is gek op mij. Dankbaar ja. voor dit over vaderschap en dat je hart zo open hebt gemaakt hierover. Ja. We gaan pauzeren en dan komen we terug en dan maak ik, een, maak ik het een stuk luchtiger. Oké. Okay. We gaan even checken wie Fernando is. Hi. In die lobbytorie. Oké. Okay. Mooi man. Okay. Dat zijn goede verhalen man. Mm -hmm. Mooi toch? Ja. Oké, okay, we gaan gelijk verder. Ja, let's go. Love Line met twee gevoelige mannen blijkt. Ik heb beloofd wat luchtiger te maken, gaan we ook doen. Uh, uh, niet, niet per se luchtiger, maar ik ben hm. gewoon uh, super nieuwsgierig naar een paar dingen van jou. Okay. Ja? Ik ben bijvoorbeeld nieuwsgierig naar verliefde Fernando. Oh ja. Ja? <laughs> Kijk, je moet er al bij lachen, want je <laughs> kent die doet. Je kent die doet. Die dude is hilarisch blijkbaar. <laughs> nee, ik ga je even een paar, een paar vragen stellen. Daar yeah. moet je dan op antwoorden, yeah. real op antwoorden. Yeah. In in that één voor hard. <laughs> uh, 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 Verliefde Fernando. Ja. Daar gaan we naar op zoek. We de, ook... de, open, de... Die doos openmaken. Nee, maar dat is die andere doos hoor. <laughs> of, of is dat ook de trauma doos? Dat kan ook. Wat je haalt, die trauma doos erbij. Oh damn, dat zeg alweer genoeg. Van welke <laughs> verhaal, ja. Haal hem uit die traumadoos, als je het maar heel houdt. Zie <laughs> je tekst lopen? Ja, Hij is over. Oké, okay, uh, dat uh, kunnen we. Ja, ja. Nee, nee, nee. Ja. Relax. Ja. In één uur. Ja. Spannend. Ja. Uh, wat ik wil weten over verliefde, Fernando. Ja? Ja. Je, je hebt je crush eindelijk, ja? ja. En jouw crush houdt van uh, uh, seks op muziek. Ja. Welk nummer draai jij? <sighs> En als dat te moeilijk is, dan nee, artiest. Mag ook. Nee, 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 nee kijk. Um, kijk. Het hangt van de persoon af. Dit is je crush. Je wil deze al heel lang. En Bamse is daar. Kijk, vroeger zou ik uh, R. Kelly draaien. Hij was. Maar dat, 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 dat kan. De... Is dat zo? Ik draai nog steeds. R. Ja, R. Kelly. ja, ja. Nee, maar sowieso. Um, naast R. Kelly, uh, Joe. Uh, more and More. Ook geschreven door, weet uh, je trouwens. Juist. R. Kelly. <laughs> dus, je, dus je komt niet om op één. Nee, nee, je hem heen. nee. Fortune nu, Drei anders Fortune nu. Ja, ja ook, ook R. Kelly. R. Kelly. Ja. ja. <laughs> <laughs> ook B2K zelfs, man. B2K ja. of You're not alone. Michael ja. Jackson. Ja. Nee hoor. R. Kelly. Ja. <laughs> dus uh, zijn, zijn muzikale belauwdruk overal. Nee, maar Joe. maar Joe. Joe, I wanna know. Zaten dan op More and More. Uh, nice and Slow Usher. Um... Eén pokumi man. Eén zo, oké. Dus is één wat waarvoor je. Ik begrijp het, want ja. ik krijg ook de droom. Ja, 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 ik dus. ja, 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 heb okay, het niet Je okay. ziet het ook um, voor je. Uh, nee, dus nee, één pokoe die moet gedraaid worden wanneer je crasht bij je is. Kies er één uit. Eentje. Kelly doen we dus even niet. Joe, I wanna know. Joe, I wanna know. know. Ja. Oké. Okay. Tell me where I got it. Gaan we nou zingen? Gaan we niet doen. <laughs> 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 nee, 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 nee. laat <laughs> <Laten we laughs> <even. laughs> Volgens Van de die volume, man. Volgens mij kunnen mensen dit niet wat doen. Wij kunnen veel, maar dat lukt als we ik. gewoon auto -tune <laughs> moeten liggen. Ja. Ja. Uh, deze is beautiful thing. Joe, hey, inderdaad. Ja, Joe. man, Joe hey. was echt. Uh... Er zijn alternatieven, inderdaad. Ja, ja maar Joe is sterk hoor. Dat doesn't hit like R. Kelly. Maar ook heel goed. Ja. 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 <laughs> Mama, stel me no. Mama, lord. Oké, diezelfde crush ja. houdt van eten. Ja. Waar breng je haar om te eten? Ja, ik denk zeg maar naar uh, Akong. Akong is zeg maar een uh, Surinaamse eetrestaurant waar ik al, zeg maar, Surinaamse uh, eethuis waar ik al. Ik kom daar eeuwen man. Like, ik kom daar echt gewoon sinds ik gewoon 12 was. Oké, okay, die gaat en... ze sponsoren me niet. De dus Surinaam-Chinees eten. Ja, 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 ja. Een restaurant ja, waar ze ja. next level Surinaam-Chinees eten. Ja, ja, ja. Hebben. Maar ik, 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 ik hou gewoon van, van die mensen. Want van die plek. Oh, ja, oké. Okay, alles, alles, alles. Alles, alles. Okay. En ik ben iemand. Oh, belangrijk belangrijk ja, ja, ja. wanneer je iemand ergens brengt. Niet alleen het eten. Ja, nee, ik de mensen. maar dat het gewoon nice is. Nee, daar. maar kijk, maar ik ben er heel. Kijk, als, daarom ik, als mensen zeg maar uh, mij leren kennen. Ja. Dan moeten ze weten dat als we echt gaan eten, en ik kom daar al jaren, dat betekent dat ik gewoon heb gelet op de mensen die het eten maken. De mm -hmm. vibe, de energy, want dat proef je in de food. Ja, ja, ja. Want wanneer ik het heb over iemand kookt lekker... dat is de is motion in de food. Like, ja. <laughs> snap je? like... Elke hap is liefde. Ja, ja, snap je? Ja, ja, ja. Je proeft wanneer die kip niet helemaal goed ja, gemarineerd is. Ja, ik heb een keertje bij, bij een dame in huis gezeten... en die kon echt niet... Wauw, dat is heftig, man. Bro. <laughs> nee, ik heb gewoon trauma aan die dieren. Ja, Traumadoos. Nee, maar je moet beseffen. Ja. Dus zij zei tegen me van... Um, ja, zal ik voor je koken? Ik enthousiast. Oh, hey maar toen zag ik iets gebeuren met die kip en dan leek op mishandeling. <laughs> dus die kip dacht waarschijnlijk ook... joh, dit gaat niet helemaal goed. Dus die kip ging in de pan. Werd die echt gewassen? Niet echt. Helemaal niet? Ja, oké. Okay. Dus die kip, ik zag die kip in mijn hoofd schreeuwen... Help me! Yeah. <laughs> Masseren me! Help me! Dus ik zag dit gebeuren. En het enige wat ik kon denken van... Hoe ga ik die kip redden? Ja. Hoe ga ik ontsnappen aan... <laughs> Deze situatie. Ja, dat je niet hoeft te eten. En hoe gaan we ergens anders gewoon terechtkomen? Ja. Dus ik zei tegen haar, weet je wat? Pff, laten we gewoon wat halen. Ja. Nee, maar uh, nee, ik heb gewoon spontaan zin om gewoon... Nu even gewoon even... Laten we gewoon uh, sushi halen of zo. Ja, ja maar ik ben toch... Nee. Ja. Let's go. Andere keer. <laughs> dus we gingen toen iets anders eten. Ja. Maar wat deed ik? Ik ging dus... Want ik, ik was natuurlijk niet vergeten dat ze niet kon koken. Dus dat bleef in mijn hoofd malen. Dus zij bleef de drang hebben om maar voor jou te koken. Ja, en die kip had de drang om nooit meer terug te komen. <laughs> <laughs> uh, maar ik, ik bedacht op een gegeven moment: wacht even, oké. Okay, zij wil constant koken. Ik wil graag dat zij leert koken. Met emotie, met, ah. met passie. Dus wat deed ik toen? Ik bedacht een plan in mijn hoofd. Ja. Ik belde een man die van me... Ik zeg, hey, jouw vrouw kan goed koken, toch? Ik zeg, ik heb een uh, situatie. Is <laughs> het, dame? Is leuk, maar... Wil maar voor die, me koken. Ja, maar, die, maar, ik, ben, maar ik, zeg, ik ben heel kritisch. Hè, zeg ja. maar Ik ben ja. iemand... Toch, het moet echt smaken. En ik ben bang Juist. dat ik dan weet toch, iets zeg en dan iemand kwet. Ja. Ik zeg, maar... Als, jou, als ik haar bijvoorbeeld zou meenemen... Naar jullie... En ik stel jouw vrouw aan haar voor, dan kan, kunnen zij bevriend raken. Dan kan ze haar tips geven. Juist. Waardoor ze mee kan kijken in de keuken als jouw vrouw voor jou kookt. Die vrouw van hem weet niet eens dat je haar in iets betrekt. Nog niet, maar hij had haar op een gegeven moment wel ingeleven. Dus op een gegeven moment uh, had, die, had, die, uh, had haar aan, had ik hun twee aan elkaar voorgesteld. Um, maar voordat ik het resultaat kon proeven, was het op geen gegeven was moment nog af... over. <laughs> <laughs> en nu zit de ander man te genieten van yes. die ik, nieuwe skills. Ik, ik, ik heb toch niets goeds <laughs> gedaan, zou je doen? Oké, dat is vrijwilligerswerk. Ja, ja. You gotta help, you gotta help the world, man. Good vibes. <laughs> Oké okay. Maar ik ging er al vanuit. Ik zei, waar breng jij jouw crush om te koken? Ja, omdat, jij, omdat je verwacht dus zoveel van het chick, maar jij kookt zelf ook niet. Nee, ik kan helemaal niet koken. Okay. Ik ben gewoon heel eerlijk. Ik dus zeg eigenlijk ook, maar... waren jullie een goede stilstaan. Nee, dat is een nee, lamme blinde. blinden. is Kijk, zo. kijk ja. ik, ik, ik ben iemand van, ik weet wat ik niet kan. Juist. Ik ga ook niet fronten. Je hebt soms gasten, Die ja, ja. ga voor je koken, toch? Ja. Ah, t -t 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 -t. Maar het enige gerecht wat ze kunnen maken, je weet het, toch? Uitsloven na ja de vijfde, zesde date hou je toch niet meer vol, snap je? Ja, ja. Ik ben niet zo. Ik ga gewoon direct zeggen. Jij brengt ze naar Tongpo of ik, ik, Kompo ik ben, of hoe je Tongpo. Tonpo, maar ja. Oeh, het vol. Ja, ja. Ee, fuck, <laughs> <Goe fuck. yeah. laughs> ja Zo, zo oud zijn we, al die jongeren ja. kijken ze, we hebben ze. We zijn oud. Ja. Ja. Je weet dat okay. dus. Uh, ja, en nee. daarover gesproken? Ja. Uh, over films. Ja. Jouw crush houdt van films kijken. Welk film moet ze zien met jou? Uh, Coming to America. Coming to America? Ja, oké. Okay. Coming to America is... Draai af. Is, is, een, uh, is een hele goeie tijd, is, is, uh, is, is alles zit Om met een chick te kijken. Ja. Ik ga het nog zo ver brengen. Ik wil je minima of Hoe zeg je dat in Nederlands? Ik wil je in ieder geval... Uh, je je ja, mond heb, niet kotten. Uh, ja. ja. Uh, en dan kijk je het met haar Nando En dan vindt ze het geen reet aan. Ik zeg jou eerlijk. Ik ben klaar met haar dan. Ja. Ja, als je, merkt ja die leuk nee, vindt, als je dat niet leuk als je vindt, dan gaat het niet werken. Dan gaan we de, de tweede date, niet, man. Dat heb ik dus ook met muziek, want ja. ik maak geen grap met muziek. Ja. Geen chick moet aan mijn autoradio zitten wanneer we rijden. Het maakt niet uit hoe leuk ik je vind. Ja, ja. Dat gaat hem gewoon niet worden, oh, ja. dan ga je lopen. Ja. Dat ik een keer met een chick was en ik draaide een van mijn favoriete poko's, volgens mij Blackstreet. En toen zei ze, oh, die vind ik zo'n nummer. Klaar. Auto gestopt. Klaar. Uitstappen. Nou, dat net niet, maar oh. het was wel klaar. Dat, ik ja. wist daar wel eens klaar. Ja, ja, ja. Maar het is moeilijk hè om het te moeilijk. matchen op verschillende levels. Hè. Dat hebben heel veel mensen in relationships. Kijk nu, ben je wat ouder. Weet je, dat, niet per se dat je naar andere dingen kijkt. Maar je probeert mensen een kans te geven. want misschien blijkt ze ergens anders in te shinen. Wat ja. je ook belangrijk ja. ja. vindt. Ja. Een overdoos aan shinen, als in ja. bijvoorbeeld van dat ze zorgzaam is. Ja. Of dat ze ook de liefde heeft ja. uh, voor uh, jouwzelfde cultuur, ja. whatever. Bro, ik heb gewoon besloten in live. Um, kijk, vrouwen hebben vaak een soort checkbox. En hebben ze een soort checklist. Hij heeft een baan, hij werkt, hij doet dit, hij doet dat, hij doet dit. Ik kan take me bro. En mannen hebben bijvoorbeeld weer ook een eigen checkbox. Ja, en ze is mooi, ze doet dit, weet ik. Iedereen heeft een gekke list. Kies gewoon de drie belangrijkste. Mm -hmm. Die ervoor gaan zorgen dat je over tien jaar nog steeds met waar en dingen die naar die persoon kijkt. Dus dingen die iets zeggen over hun karakter. Ja. Um, dat ze mooi is, leuk, meegenomen, maar zoals je ziet bij de Kardashian family, dat kan je ook gewoon kopen en in elkaar zetten, je, je, je kan eraan fnutsen Hoef je niet te doen als je niet wilt, maar dat zijn, dingen zijn maakbaar. Mm -hmm. Hoe iemand gebouwd is qua hart en, en, en hoe ze zijn, hoe ze, hoe ze staan qua normen en waarden. Uh, zijn ze, do they got your back? Um, is het is 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 een persoon waar je uh, de oorlog mee kan winnen? Different stuff. Op een gegeven moment ga je gewoon filteren. En maar wat is er eentje gewoon... van jou die er moet zijn in die top zorgzaam, drie? Eentje die moet zijn, oh, die noem je weer op. Ja. Zorgzaam. Zorgzaam. En zorgzaam. Zorgzaam gaat samen met mijn liefdevol. Liefdevol, oké. Okay. Dus iemand die in staat is om um, de, 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 zichzelf weg te cijferen om een persoon... Voor Fernando. Nee, niet zozeer voor, <laughs> nee maar niet zozeer voor, 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 voor Fernando. Maar mensen, kijk, als je onpassend bent... mensen er ben, zich, ja. Kijk, ik, ik ben bijvoorbeeld iemand... Bijvoorbeeld, um, Gek voorbeeld. Um, ik was laatst op, op, op Curaçao-vakantie. Op ja. Twee weken chillen. Daar ben je gewoon met jezelf bezig. Mm -hmm. Gewoon relaxen. Maar ik ben eerder teruggekomen om bijvoorbeeld een motivational workshop te geven ja. in een uh, jeugdgevangenis. Ja. Uh, dat doe ik niet zozeer voor mijn eigen ego, maar dat doe ik omdat ik voel dat het een plicht is vanuit uh, wat wij als mensen voor elkaar kunnen doen. Mm -hmm. Dus als ik... Met mijn tijd, want tijd is iets heel kostbaars voor iedereen. Yep. Dus dat je nooit terugkrijgt. Je hebt 24 uur in de dag. Dus dat is something you can buy. Dat is dus gezondheid. Tijd is iets, je kan het nooit terug winnen en kopen. Je, je hebt gewoon een x-aantal tijd en je moet daar wat mee doen. Op het moment dat ik zo'n keuze maak om terug te komen naar Nederland. om, om zo'n een, een, een workshop motivation te geven. dan doe ik dat omdat ik dat wil. Dus ik kies ervoor. Maar je kan ook als vrouw kijken naar mij of persoon. Hé hey man, die man, die man doet iets onbaatzuchtigs. Ja. Dat zegt iets over hoe iemand gebouwd is. Mm -hmm. Ik hoef geen punten mee te scoren, maar dat is hoe waar ik. Zoals dus ik hoor dat bijvoorbeeld dus een vrouw of naar. een man. Uh, uh, weet je, uh, vrijwilligerswerk doet. Of dat die guy op een gegeven moment. Hé, hey, man, je bent een goede Mattie, man. Doo man. Dat je ook andere mensen helpt, je gunt. Ja. Dat zegt echt iets over iemand. De rest, kleine dingen. Ik ben een slordervos in huis. Ik laat van alles vallen. Ik ben, ik ben een freaking. Uh, hoe heet het? Maar ik ben wel een guy die op een gegeven moment, als ik echt gek op je ben, dat ik echt leuke dingen met je wil doen. Dat ik echt oh. gewoon. Uh, weet Je ik, je gaat voel ik van je hou. En, en ik ben iemand, ik laat het niet snel zien. Zou je Zorgzaam. Dat is dus Zorgzaam. één in die top drie die Zorgzaam. er moet zijn. Ja? Dat vind Zorgzaam, ja. ik ook belangrijk. Ja. Ik niet je moet een lijstje maken volgens nou met de top drie. En als je ziet dat dat over tien jaar ja. overeind staat, ja. dan zit je goed. Ja, maar dat als het die lijst te lang is, dan op een gegeven moment ga je zeggen: Ja, maar ja, die nee, nee, is nee, nee, En dan, nee, dan nee, ga nee. je op Instagram nee. kijken, denk ik, ja, maar die is dat. Nee, dus. zei, nou, ik ga ze niet noemen. Uh, want ik heb, uh, <laughs> je heb er, er, ervaring namelijk. Je moet, je moet, ik hoef jou dat volgens mij niet ja. uit te leggen. Want jij zal ook je eigen ervaring hebben. Je bent zo lang bezig met uh, in de pitches zijn en shit. Maar als je te veel van jezelf weggeeft, ja. dan kan er iemand zijn die kijkt. En die denk ik ga die van Nando die ga ik halen en ik ga die informatie verzamelen die hij heeft gezegd en dan ga ik zo op hem afkomen dat je denkt van wat wow, is hij zorgzaam maar dat heeft zij meegekregen ze heeft jou horen praten denk je niet dus nu komen ze voorbereid klop, met bullets klopt maar ik weet dat jij herkent dat en, en daarom zeg ik tegen jou ik let nooit op woorden sommige dingen kan je nooit fake ik ga mensen nu de ultimate game changer geven als iemand tegen jou zegt: Ja, maar ik doe alles voor je, maar ik, hey, I, I got you. Mm -hmm. Allemaal woorden, allemaal woorden. Mm -hmm. Kijk niet naar wat die persoon tegen jou zegt. Kijk naar hoe die, mens of die persoon handelt in zijn omgeving. Ja. Waar ben je, hoe, hoe is hij als hij zijn ouders groet? Hoe is hij als hij met zijn vrienden is? Hoe is hij als hij over andere mensen praat? Mm -hmm. Bad mouth talk, die slecht over anderen. Hé, hey, is hij een hater? Ja. Is, hij, is hij ontevreden over zichzelf? Want dat is een hater. Een hater is eigenlijk iemand die ontevreden is over de positie die hij of zij heeft. Ja. En naar jou kijkt en denkt... ja nee man, jij vergroot gewoon uit wat ik niet heb. Dus ik haat jou. Ja. Want het komt uit een persoonlijke ding. Dus ik let juist op mensen die gewoon hoe ze bewegen. Maar heb je dat meegemaakt? Dat, je, dat, ik... dat, je, dat je herkent van... Hé, hey, deze chick Bro, komt ik... op mij met, om mij te... ...wakker, maar ik herken... het ja, ja, is ik, niet oprecht. Ja, Zij een... heeft mij waarschijnlijk dingen horen zeggen... ...en nu gebruikt ze. Ja, het is gewoon een, een toneelspeelster. To, en, je je ja, kent ja, dat toch? Ja, ja, je moet wel, dat kennen. Het gewoon met een actrice die lopen man. Ik heb dat ook. Ja. Want... ...je DM. Ja. Hoe spannend is je DM? Mijn DM was vroeger heel spannend. Maar, en nu is het gestopt volgens mij. Ik wel. weet niet, volgens mij in, in de tijd... ...van dat van, van mensen zeg maar gewoon... ...te kinky dingen stuurden... Ja. Of ik je bent immuun voor die shit, je zit er niet eens weer. Nee, ik moet eerlijk zeggen, het raakt me minder dan voorheen. Oké. Okay. Um, nee, maar ze zijn er nog, ze zijn nog spannend. Ja, ja vrouwen sturen. Want ik krijg zo. Laat, laat me één ding zeggen. Ik ben de verkeerde. Ik ben de verkeerde. Niet doen. Ik ga je neuken. Niet doen. <laughs> ga verder. Maar waarschijnlijk is dat juist de intentie waarom ze dat sturen, toch? <laughs> ga <Ja>, je neuken. <laughs> Miman, we gaan verder. Nog eentje heb ik voor je. Uh, ja. Voor je crush. Je vangt ja. je crush. Ja. Uh, en deze lijkt me wel een voor jou. Die houdt van reizen. Ja. Waar breng je haar naartoe? Dus ze houdt al van reizen, Miman. Ja. Waar breng je haar naartoe om indruk te maken? Nou, ik, vind, ik, vind dat ik, ik vind sowieso zelf dat ik meer zou moeten reizen. Ik ben best wel saai met reizen, wat ik bedoel met saai is... Oh, het is ik, altijd work-related uh, ja, of zo? ik vlieg jee. vaak naar L.A. of, en, of naar dezelfde en New York plekken. of naar Aruba om mijn familie op te zoeken. Ja. En, en dit jaar vlog ik voor het eerst zeg maar, naar uh, Curaçao om ook mijn andere island people op te zoeken. Ja. En gewoon just, just uh, to relax. Ik zou meer van de wereld willen zien. Sowieso Jamaica. Uh, Oké, okay, dan met ja. die instelling en met die achtergrond. Nu heb je je crush die je dus heel graag wilde. Ja. En die houdt van reizen. Waar breng je er naartoe? Om indruk te maken? Nou, vergeet dat dan. Want je hebt okay. goed uitgelegd van... luister, ik ben zelf niet eens. Ja. Uh, uh, dus jij neemt waarschijnlijk mee van... ik wil ook ergens gaan. Dus ja. jij maakt het besluit... we gaan hierheen. Om wat voor reden dan ook? Ja. Uh, Waar gaan jullie naartoe? Sowieso... de Bahamas. De Bahamas? Ja. Waar? Ja, omdat ik gewoon een vibe... Uh, ik heb een gevoel erbij... dat ik denk van... daar is het gewoon anders. Oké, okay. ja. Tropisch. Ja. Barbados wil ik ook gaan. Ik wil kijken waar Rihanna vandaan komt. Ai. Dus uh, <laughs> ja, ik, nee, ik weet niet. Ik, 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 het is ik, allemaal ik, Caribbean voel... Corner, hè? Je ja, hebt ja. geen behoefte aan uh, Europa ergens waar het sneeuwt ja, en shit. Je, je, dat je, doet je, het niet je. voor je. Nou, ik wil, wel, ik wil wel zeg maar een keer ook naar uh, Hongarije, Bulgarije. Uh, dat is een plek wil ik ook allemaal, gewoon allemaal checken. Maar jouw cross zou je dus brengen naar ja, de bar? Ja, het is iets met de Caribbean Oké, okay, toch het, wel. Dat ja. Ja. roept me altijd. Oké. Okay. Roep me altijd, als ik daar kom... Zie het hoe als... veilig ik heb gehouden? Ik wil gewoon weten, ik ben benieuwd wat zou verliefde Fernando doen. Ja. Uh, ik wil kennis maken met Heartbroken Fernando. Oké. Okay. Hoe okay. die handelt. Ja. Eerlijk, desnoods trauma box erbij halen. Let's go man. Ja, uh, yeah. wat is het domste dat je ooit hebt gedaan na een break-up? Of eigenlijk een hard De Mijn domste actie was dat ik haar probeerde terug te krijgen. Ik was toen heel jong, man. Ik was toen 22, 23. En toen stuurde ze een bericht. Ja, wil je me niet meer lastigvallen? En toen voelde, ik me, oh, voel je, toen voelde die, ik me echt zo klein. Raad je raad je en toen raad je raad je. kwam mijn ego. dat dacht ja, ja, ik, ja. wacht eens even, potverdikking, what's ja, going ja, on ja, ja. En toen werd ik hard. Ja, 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 ja. Uh, Is dat het punt dat je harder werd? Als, uh, uh, als mens. Als man in relatie als, als, tot vrouw. Of als mens gewoon zelfs. Ja, ik dacht van, nu ga ik mensen nog meer op afstand houden omdat ik zag dat ik uh, ja, toen de tijd dacht, ik zeg maar dat zij. Hey, en waarschijnlijk anders. had je al issues met afgewezen worden. Juist, uh, met je jeugd. Uh, Juist, dus, ah. dus het voelde als een afwijzing. Ja. Um, dus toen dat uitging, dacht ik: van nou, hey, klaar. Ja, ik bedoel, ja, En daarna ontmoette je vrouwen die jou wel wilden, maar jij kon niet matchen met hun omdat je daar niet was emotioneel, omdat je het ook niet toeliet. Yes. En op een gegeven moment blijf je daar zo lang in hangen. Ja. Met je, de, 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 dus, die, dus die emotionele afvalling. Je ervaring daar. Wa, 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 ja, waardoor je op een gegeven moment niet eens meer weet hoe je connectie moet maken. Goeie. En dat, dat is iets wat heel veel mensen niet, niet zeg maar, bevatten. En daarna figure it out. Maar heel veel moment. mannen ook. Want uh, ik neem aan, we hebben het over het open zijn, maar je was 22. Ja. Uh, 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 heb je dat verwerkt zelf? Of was je daar. Nee, op een gegeven moment merk je gewoon dat op een gegeven moment een, 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 een. Je merkt gewoon. Kijk, wij kunnen denken dat we volwassen zijn. Maar emotioneel kunnen we nog, zeg maar, kind, kind zijn. Mm -hmm. um, emotioneel volwassen worden wil zeggen dat je ook in staat bent om te relativeren. Om na te denken over. Waarom je bepaalde dingen doet. En daar op een gegeven moment van te groeien en te leren. Maar wat wij mannen vaak doen. Vaak toe, boos. Daar, daar niet toch? Ja, ja, ja. daar niet toch? Ja. Oh, je gaat zien wat gaat doen. Oh, ik ga doen. Ook ga nog een mooie check regelen. Ja. Ook oh, ga nog hele rare <laughs> reacties, rare reacties ja. die opkomen. Als iemand je beledigt, dan word je boos. En dan denk je van, maar waarom word je eigenlijk boos? Wat? wat, wat zeg maar, ben je boos, omdat je afwijst Wat is de kern. Nu denk ik zo, maar toen het tijd dacht ik van. Uh, nou, dan moet nog een mooie meisje regelen. Of een mooie. Je wilt altijd leegtes opvullen, mm -hmm. maar je vult niks. Het is gewoon korte, korte, korte uh, termijn. Het domste wat je hebt gedaan dus, is uh, wat heel veel mensen doen. Ja. Ze mij proberen terug te halen. Ja. En, maar jij vindt het vooral dom omdat de reactie die je kreeg... Ja, ik heb gewoon van, gewoon... Als ze, kijk, gewoon een afwijzing. Als een vrouw klaar toch? met je is, is gewoon klaar met je. Oké, okay, dus dat weet jij nu dan? Ja. But baby, it ain't over till it's over. Nee, als de vrouw. Toch klaar, niet? Als ze klaar is echt met een hongersweer op is. gaan we weer terug nee, naar. Nee, sowieso, kijk. Want jij kijk. praat in pokus, toch? Dus ja. ik denk ik alleen die Kravitz tevoorschijn. Yeah. It ain't yeah. over when it's over. Nee, nee maar kijk, Daar ik, geloof jij niet nee, in. Nee, kijk, 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 kijk. Als, als, als een vrouw. Kijk, wat mannen niet beseffen is dat als een vrouw het uitmaakt. Dan heeft ze hier langer over nagedacht. Ze was al lang een proces. Hij stond al paraat. Die stond al gewoon. To the left, to the left. Ja, Stap ik me hier om het over te nemen. Maar kijk, wij gaan ze denken: maar uit? Ik was scooby Hoezo dan? Ja, nee, ik voel het gewoon niet meer. En uitmaken is ook zoiets wat ik ook heel moeilijk vond. Soms, jij zelf, als ik, jij het niet ja, meer voelt? Ik, ik, ik hield zelf soms relaties aan, omdat ik soms... Om de... Ik vond het lastig. Ik oh, denk nee, maar dat, is, ik wou maar geen dat trouwens. is ook niet boer naar nou, doen. Nee, nee, maar ik had gewoon iets liever, liever maak je het wreed uit, dan heeft ze nog meer nee, aan dan nee, wat je Nee, maar is. ik hoopte juist dat zij het uit ging maken. <laughs> <laughs> dat is helemaal nee, maar, nee, apart, Ik had het, ik vond het echt moeilijk. Weet je wat het is? Als je het uitmaakt, is namelijk dit aan de hand. Ja, ik voel het niet meer. En wat het kut is met uitmaken? Jij voelt het niet meer, maar die persoon voelt het nog wel. Dus dan moet je gaan uitleggen waarom jij het niet meer voelt. En dan zegt die persoon, kan ik niet mm. iets doen om het recht te zetten? En dan komt die gevoelige kant voorbij. mij van... Ah oh man, Anne, je bent fireman, man. Uh, waarom, maar ben man? je daarin gegroeid? Zou jij nu gewoon kunnen eerlijk kunnen zeggen wat jij ja, weet? Ja, ja. Je weet dat het stukken erger is door iemand aan het lijntje te nee, houden. Maar het, 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 maar, en weet je hoeveel energie dat vreet wat jij daar zegt, Mimang, voor okay, jou? Yeah, om yeah. zo te leven? Ja, maar, know, Kijk, maar daarom zeg ik... Uh, vaak kijken mensen naar het resultaat... Uh, van een bepaalde handeling, maar kijk ze niet naar waar het vandaan komt. Uh. Dus de intentie is eigenlijk goed, want je wilt iemand niet kwetsen. Maar het resultaat is nog kwetsender. Juist. Omdat je die persoon, <laughs> zeg maar, niet gewoon. Yeah. Weet je? Ik uh, kan dit af, ja. gezonder voor jou, gezonder voor ja, mij. Je doet niemand daar een veven nee, mee. Nee, nee, maar het is, yeah. dat is wel een moeilijk iets, man. Ja, ja, ja. Het is een, is een okay. moeilijk iets. Ja, Als je een ja. vrouw ziet huilen, ah, ik vind het heel moeilijk. Walk hard. Dat ook hard. Maar, ik, maar heb, heb jij ook die vieze huil? Zeg maar, heb heb je wel eens echt gehuild om een vrouw? Ik huil. Maar echt? Nee, nee, ik bedoel, voor, wacht, voor een vrouw? Ja, heartbroken of zo. Was zijn met jou bezig, maar vooruit. Ja. Uh, ik heb nooit voor een vrouw gehuild, maar heb ik om een vrouw gehuild? zal wel toch, ergens. Ik weet maar, niet, maar, maar, nee, ik probeer nu, ja. ook, maar het zal wel toch. Ja, ik denk ja, maar ja? ik kan even niet... Ik denk ja, Ook wel. in die box zo ergens stond. Oh ja, in mijn box. Maar mijn box is next level. <laughs> nee, ja, zal zou wel, ja. Ik, maar ik, ik wil het graag voor me halen, zodat ik het weer kan herbeleven. Ja. En misschien hier weer in het randje kan laten vallen, maar uh, lukt niet. Nee. Ja. Maar zal zou wel ergens. Ja. Jij wel dus. Ja. Maar je, ik... Maar, je, maar soms... Of voor soms, een vrouw geld Soms... Voor een vrouw gehuild? Ja. Oké. Okay. Ja, ja. Ik heb, ik heb niet op, voor uh, die ene, toch, die je terug probeerde uh, te winnen? Uh, jawel, jawel. In serieus? Ja, ja. Dus in die proberen terug winnen, is er ja. ook geheld Ja. oh ja, nee, dat doet hij ja. met je ego. Ik geef je mijn fucking tranen gek. Ja, maar. En nog ja, maar, niet. Ja, maar. Ja. Maar, maar uiteindelijk, uiteindelijk ja. uh, was, ik wel, was ik later wel trots op mezelf. Ja. Omdat ik in ieder geval in staat was om... Om dat om, te doen. Ja, inderdaad. Ja. Ja, ja, want niet veel... Uh... Ja, dus ik heb in ieder geval aangegeven voor mezelf van... Je bent niet van steen, snap je? Ik ga zo meteen terugkomen op dat huilen, want ik weet het weer. Ja. ja. Ik kom daarop terug. Oké. Okay. Ja. Uh, we hebben het over uh, Heartbroken Nando, hoe dat eruit ziet. Ja. Ja. Uh, wat vrolijk jou op bij een heartbreak, na een heartbreak? Uiteindelijk, when it all simmers down, wat is dat ding dat jou weer terugbrengt? Is dat de persoon? Is dat de handeling? Is dat. That... Wat is dat? Movie. Films? Ja. Uh, komt de bioscoop, hè? Coming to America, America mama, Ja, Coming to America ja, komt er ja, ja. Op te ja. voorschijn? Als ze Coming to America opzet, happy. Instant. Dan begint het goed te komen. Instant. Ja, ja. Er is <laughs> iets in die film... Um, ik heb erover nagedacht, hè. Wat Coming to America met mij doet... is Coming to America laat zien dat echte liefde bestaat. Want dat is heel die tori. Coming to America ja. is een romantische film... verborgen in een komedie. Ja. Dat is heel die tori. Ja, ja. Ja. Yes. Dus die zoekt toch naar... Die vrouw, mm -hmm. hij wil vrij zijn en die vrouw vinden. Uh, en hij komt allemaal obstakels tegen die hij de weg moet om haar te vinden. Ja. Allemaal, allemaal, weet je. Uh, Daryl die de spreekt. zo so geloof Hij, ja, ja, hij ja. moet langs allemaal. allemaal en om haar te krijgen, en op een gegeven moment lijkt het zelfs niet te lukken. en Uiteindelijk lukt het. En ja. dat is die, soort die happy end waar je altijd over denkt. hoop, ja. ja, ja. Altijd, dus je ziet hoop. Het kan goed komen is mooi. En soms ook gewoon actie, hè? fantasiedingen uh, fantasie dingen. Vind uh, ik ook onthalf, nice. Ja, ja okay. kan je gewoon ontsnappen. Oké, okay, oké. Okay. Uh, ik vroeg het net al of jij dan een gebroken hart in je eentje verwerkt. Of is er iemand waarmee je praat? Of ben jij een type die het, hè, typische man die het gewoon in zijn eentje nee, nee, verwerkt? Nee, er, 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 er is één iemand. Uh, als mensen hem kidnappen, hij weet alles over mij. Dat is, is Milton. Okay. Is, hij, hem ken ik vanaf mijn 11e-12e. Okay. Dat, dat dus er dat is wel is... iemand waarmee je alles deelt? Er, er was één guy, hij ja. weet, hij weet okay. alles. Okay. Maar dus als je hardbrek hebt, dan ga je ook naar ja, hem. Wij, wij kunnen echt praten. Okay. Wij okay. kunnen echt ja. praten over. Hij heeft mij op mijn, mijn reels gezien. Hij kent mij ook voor die hele... Dus al die tijd had je gewoon een tweede broemens naast mij. Ja, ging vreemd. <laughs> nu heb ik een heartbreak. <laughs> nee, maar Kom door Amerika. Nee, maar maar, hij, nee maar, maar maar Milton is een solid guy. Hij is, okay. um, hij is, uh, hij is heel loyaal. Uh -huh. um, hij, is, hij is er altijd. Snap ik, wat ik bedoel? Okay. Zoals als ik hem bijvoorbeeld een tijd niet zie, uh -huh. is always good. Altijd. Dat is mooi. Dat is mooi. Het is, is, mooi. Gewoon, het is altijd. Ja. Zit ging, goed. Ja, we gingen een keer naar een bungalow en toen gingen we ging met mijn broertje. Want ik had de hele tijd niks met mijn broertje ook gedaan. En er zijn de twee mensen waar ik ook echt gek op ben, snap je? Maar uh -huh. ik had ze de hele tijd niet gezien, want je bent met werk bezig en je bent... Live. Live. Uh -huh. Maar dat is geen smoes. Je moet soms ook kunnen denken van, uh -huh. wacht even, dit is allemaal leuk en aardig, maar dit zijn dingen die mijn ziel verrijken. Dus je moet daar gewoon tijd voor maken. Yeah. Je moet gewoon, weet je, als je voor gekke interviews of weet ik veel, wat je doet of waar je een host bent, je daar ook tijd voor maakt, moet je ook gewoon... Dus je moet ook kritisch op jezelf zijn. Yeah. En niet verschuilen achter... Ja, maar ik was druk. Ja, iedereen is druk. Je moet gewoon, weet je, dus we hebben gewoon besloten om daar tijd voor te maken. En het was, het was dope, maar het was net alsof we weer 16, 17 alsof waren. We geen tijd we, ja, we gingen gewoon, het was gewoon goed. We gingen in, in die sauna, lachen. Ja. En ik was zo gelukkig. Dat was, was gewoon is een weekend. Gelukkig mooi. Dus als mensen mij vragen. En, en daarom is Milton ook altijd zo belangrijk. Voor mij, omdat, uh, Milton is een guy die. die um, als ik met hem ben of hij is in de ruimte... hij doet mij denken aan... Uh, gelukkige momenten. Ja, ja, ja. Dus als ik me bijvoorbeeld fucked up voel... en ik ga met hem gewoon... We hebben geen. sowieso gelijk Ik ga gelijk aan. We zijn gelijk en we, wij kunnen gewoon films kijken. Mooi moment. Een shout-out naar Milton. Shout-out naar Milton. Meer zo'n lobbymoment tussen mannen. Hé, hey, dit... Ja, man. Dit is mooi. Dit is een en al lobbymomenten tussen mannen. Ja, man. Dat mag gezegd worden. Support mag gezegd worden. Ja. ja, man. We promoten dat hier. Hè. Heb jij ook nog een guy in je leven? Nee, man. Jij was mijn enige. Dope. Dope. Hé, Ik wil even teruggaan. Want, uh, uh, en, uh, want ik zei, ik kom terug op dat heb je gehuild, toch? Ja. Yeah. Eerste andere vraag en dan maak ik die brug. Uh, want wat ik je wil vragen is: ben je wel eens uh, op tournee geweest na een hardbreak? Weet je wat een tournee is? Dat je los gaat en om met je meisje gaat ballen. Ja. Ben je wel eens op tournee geweest door een hardbreak na een hardbreak? Ja, dat ik heb een, wereld, een wereldtoon. Ja, dat is wat ik bedoel. Ja, ja, ja. ja. Maar ik deed Michael Jackson dat type level ding. Ja, hij ja, was moe. hè? Ja, ja. ja. Los, ja. Hè? Maar los. Super ongezond, by the way. Ja, ja. Want dat is dus hoeveel mannen hun heartbreak verwerken. Ja. Maar en dat als, helpt niet. En als je mijn vrouw... Uh, 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 afrechts, Averrechts. Ja. Ja. Uh, kom je achteraf achter. En als je mij vraagt, heb je ooit gehuild? Om een uh, chick. Dan, dan was dat mijn manier van huilen, denk ik. Dat, uh, dat toen met mijn eerste uh, uh, echte liefde uitging. Ja. Wereldtoener. Ja. Los. Maar ze huid gebroken. Ja, ik had het uitgemaakt, maar het brak mijn hart dat het uitging sowieso. Maar waarom zou je het uitmaken? Die ken je niet. Als het niet gaat, gaat het oh, niet, toch? Okay. Ja. Uh, Oké. Okay. Ja, vind je dat ja. apart? Ja, maar dus het gaat. Ja, nee, want, zeg, maar, zeg maar, zelfs blijkbaar je grote liefde. Ja. Dus de liefde zat erin. Ja. En alsnog besluit je om dus het te verbreken. Het brak mijn hart dat het moest stoppen. Maar moest het stoppen? Ja, het moest stoppen, toch? Het ging, als het niet gaat, gaat het niet, toch? Oké. Okay. Jij kent dat concept niet, hè? Want nee. jij gaat door natuurlijk. wil ja, 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 ja. jij dat stop het stopt? <laughs> jij zei, ik ga niet stoppen. Ik wacht stop. tot zij zegt... Nee. Het gaat niet meer. En jij... Oh, nee. Nee, maar ik heb zoiets van... Kijk, mensen geven tegenwoordig ook best wel snel op. Ja. Um, als het even niet werkt. Het is makkelijk ja. tegenwoordig. Nee, want... dat was niet even maar dat was wel Oké, okay, dat was wel een Nee, maar, maar ik merk wel ja. in relaties dat mensen heel snel zeggen: <laughs> ja. van... Oh, dit werkt niet. Oh, slijden die M ook aan. Oh zo ja, ja is... maar zodra je over die M dingen erbij haalt, dat is dus niet van mij tijd. Ja, dus uh, ja. Ja. nee, nu is het makkelijker. Ja. natuurlijk. Nou, ik merk hè. dat mensen ook daardoor ook wat uh, makkelijker zijn op het gebied om van. Om dingen oh, te denken. Ja, ja, okay, ja, de opties zijn er meer. genoeg om je... meer opties Ja. Maar het is dichterbij, zeg maar om. Ja. Vroeger moet je op stap gaan hè? Ja, tegenwoordig hoeft het niet man. Die... En toch een weer succes, succesvolle wereld toeneven ja, mee. Ja. Je kent het wel. Ja. Maar niet gezond dus. Niet ja. gezond. Ja. Niet gezond. Uh, en je ontwikkelt ook en niet. En ik hè? denk helemaal niet. Uh, je brengt jezelf achteruit. Ja. Want je moet juist leren van die hardbreak. Ja. Wat is hier gebeurd? Ja. Waarin kan ik groeien? Ja. En wat ik in mijn situatie schetste, het ging gewoon niet. Ja. Waarom ging het niet? En waarom kom ik tot het goede besluit om het te stoppen? Ja. Eigenlijk moet je daar even ja. helder even naar kijken. Stil, even ja. helemaal alleen zijn. Niets. Ja. Ja. Even checken, zodat misschien volgende. Uh, maar ik was ook heel jong en dus. Uh, uh, maar zo denk ik nu dan heel ongezond dat je helemaal losgaat. Dat is wat mannen doen. Ja. En als een het doet, is ze een ho. Ja. ja, maar ja. Het yeah. is crazy eigenlijk, omdat. Want um... als een chicket uitmaakt. En zij gaat op de mereldtonee, ja. dan is het een ho, toch? Dat, ja. dat is wat we zeggen. Ja, maar wat, wat ik ook hypocriet vind. En, maar, maar, en dat is hypocriet. Maar wij mannen zijn ook grote hypocriete basters, hoor. Wij zijn, wij zijn als Klopt, ik heel eerlijk heel ben. heel veel dingen wel. Wij zijn op dat gebied, dat zijn ook meerdere gebieden, hoor. Maar wij zijn qua dat, Georgia. Ja, als ja, we gaan vergelijken. Zij is, zij is uh, dit, zij ja. is dat. Ja. En ik heb mezelf betrapt erop. want zeg maar, way back heb ik mezelf ook betrapt dat ik dat een keer heb gezegd. Mm -hmm. En later had ik een dame ontmoet die ik gewoon tof vond. Ja. En zij, zij was een beetje losbandig. Uh, maar ze was gewoon leuk. Ja. En toen werd ik geconfronteerd met. Oh ja, maar jij riep ooit met allemaal matties van. Oh, maar die andere chick is dus en zo. Yes. En dan, hoe het leven werkt, mm -hmm. dan word je geconfronteerd yes. met zo'n dergelijke situatie of een mm -hmm. nieuwe situatie. waarin de vooroordeel of gedachten van jou weer naar voren komen. Net als sommige chicks die zeggen van. Of, of, of mannen of vrouwen. Ik zou dat nooit doen. No, waarom doen ze dat? Oordelen, toch? Want je weet niet hoe het erin zit. Ja. Je kijkt van de zijlijn en je gaat op een gegeven moment denken van... Uh, I'm a judge. En dan kom je in de situatie terecht en mm -hmm. denk je... Oh, maar nu zit ik er zelf in, in, in het verhaal. Maar in dit verhaal vond ik iemand leuk die een beetje losjes was. Maar okay. zij zei toen tegen mij, wij kunnen geen relatie krijgen. Want? Zij zegt, ik ben met te veel guys geweest die jou... Dan kennen. Ja. En ik vind het niet zo raar over jou. Oh, dat, bepaalde zij. Zij, dat bepaalde zij. En toen... nu wilde je er nog meer. Ja, toen de tijd <laughs> ik: hé, hey, hé. Hey, hey. Nee, maar ik had wel heel veel respect omdat ze dingen oonde. En ik nee, heb ja. haar nooit als een hoog gezien. Dus dat was ook het moment dat ik gelijk ja. had afgeleerd om. Zo te denken. Om zo te denken als hoe mannen ja. vaak denken. Want jij, dit. Want, jij, want, jij, want jij bent ook losbandig. Had je misschien hetzelfde gedrag gehad als haar? Ja, zeker, ja, zeker, ja zeker, zeker. Zeker, zeker. zeker. Nee, maar okay. ik, ja, ik denk dat. Ik denk Als een man gaat zeggen dat hij dat nooit heeft gehad, dan is hij lying. Nee, niet dan alle dan mannen zelfs. zijn hetzelfde. Er, nee, nee, er zijn er een paar nee. die gewoon ook gewoon echt rustig zijn. Ja. Uh, maar als je te rustig bent, dan heb ik altijd mijn twijfels. Ja, ik ga zeggen wat jij niet wilt zeggen: dat vrouwen zeggen, uh, man, moet niet te lief zijn, niet te rustig. Ja, maar dat vind ik ook apart, hè? Want ja, zeg maar, maar ze liegen. Ja, maar, maar dat is raar. Nee, want, niet want, ze liegen. Als ik een vrouw zou zijn. Wat wil je eigenlijk? Als ik een vrouw zou zijn en ik zou een man hebben die echt van me houdt, die, die echt dol op me is, I ja. would love that man. Okay. Een man die gewoon denkt: van. Maar, maar Oké, okay, dat dan, check. Ja. En als je gewoon Fernando zou zijn. en je hebt een vrouw die echt van je houdt, echt van je gaat. wat doe je daarmee? We gaan trouwen. Sowieso. Daarmee gaan we het afsluiten. Joh. Ja. Weet je hoeveel is nu losgaan? <laughs> Zorgzaam. Daddy issues. Hele schets maken profiel. En dan komen ze je lastig vallen in de DM. Nee, maar, maar ik ben. Uh... Maar doe het niet bij mij, want ik ga je neuken. <laughs> hey, Ey, Fernando. Ja. Je doet heel veel. Uh, non, I love Nando Leaks, by the way. Love. Uh, waar kunnen we je nog meer checken? En waar, wat moeten we van je in de gaten houden? Check sowieso mijn podcast, Real Talk. Um, uh, Black-owned company. Uh, ik heb mijn eigen uh, bedrijf opgezet waarbij ik dus. Mijn eigen podcast produceert. Dope. Uh, Real Talk gaat binnenkort ook on tour. Dus dan ga ik interviews weer in het hey, buitenland doen. Is dat de exclusive, Sunny? Of wisten we dat al? exclusive. Nee, <laughs> niet meer. je? <laughs> I sta I, weer? I dus, love uh, it. Dus Real Talk gaat uh, on tour. Um, dus ik wil daar sowieso meer mee doen. Um, ik wil me meer inzetten voor, met motivational talks. Dus ja. ook uh, inspirational dingen meer gaan doen. Mm -hmm. um, heel, heel veel dromen. Ik heb nog heel veel dromen. Oké. Okay. Uh, waar kunnen we je volgen? Uh, check me sowieso op, 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 op Instagram. Fernando, wat deze man is. zegt. Fernando Haalman. Ja. En je komt er wel. Ja. Dat is wat hij zegt. Go yeah. Wat bescheiden. Ja. <laughs> Tik Fernando Haalman in. Ergens goed, goed. op je telefoon komt goed met jou. Ja, man. Ik ga je wel specifiek zeggen. Support mij. Uh, dat kan je doen door me te volgen op uh, Facebook. Kijk je naar uh, YouTube nu of luister je op Spotify? Ga dan naar YouTube en abonneer op mijn kanaal. Uh, support deze lobby movement. Tegenwoordig ook op TikTok. Ed Gilly's love line, ik doe dat dansjes en zo, Hele, helemaal niet waar. Oh, zien we shit. dat dat doet, Pima. Nee, is wel leuk om te volgen. Hoor. Check it out, uh, op uh, TikTok. Uh, volg Do. me als je dat nog niet deed. Uh, I love it mi mam. Ik love you no ja man. En dan praten you, hè? Ja, ik Want ben je ook trots op, op jou, thing, man. Wij doen dit. Dus we Wij dit... zijn een onderdeel ja. van uh, een groot ding. Ja. Uh, ik hoop dat je dat door hebt. En dat is uh, mensen die op jou en mij lijken, Kijk en zie van, ik kan ook dat doen. Ja. In plaats links gaan. Ja. ja, we laten opties zien. Ja, dus ik ben ook blij dat jij daar een onderdeel van bent. Ja. Uh, en je bent, zoals je al zegt, je bent een 18 jaar in de game uh, en nog steeds doing it. Ja man. Dus ik ben ook trots op jou, man. Af ja, man. Zoals ik altijd zeg, if it ain't about love, it ain't about nothing. Ik zie je bij de volgende date. Yeah. Ja.